Het komende 2 uur gaan we eigenlijk mijn boek presenteren. En ja, hier is hij eigenlijk al. Ik heb hem eigenlijk al 2 dagen in huis. Er zijn er al iets van 500 verstuurd naar alle mensen in Nederland die als goed is vandaag op de mat vallen. Dus ja, het boek hebben jullie nu al gezien. Daar heb ik natuurlijk 8 jaar aan gewerkt. En waar begon het eigenlijk bij? Want heel vaak vragen mensen mij van, ja, Martijn, die platform, ja, hoe kom je erbij? Want mijn achtergrond is marketing. Ik heb vrije tijdskunde in Holland gestudeerd. Ook echt een waanzinnige reputatie. Dus hoe kom je bij platformen terecht? Nou, eigenlijk door dit busje. Deze foto is gemaakt ruim 10 jaar geleden. Ik heb toen mijn baan opgezegd om een droom achterna te gaan. Om dus 5 maanden in het Volkswagenbusje door Europa te reizen. Om met de leiders van 20 grote Europese merken in gesprek te gaan over hun merk. De boeklancering was trouwens ook hier in deze zaal. Dat is echt wel mooi, want 10 jaar geleden waren we hier ook al bij. Nog een paar bekende gezichten ook uit die tijd. Uiteraard ook Jeanette. En toen, na die boekpresentatie, toen werd het boek goed verkocht. En toen wilde ik ook heel graag ook een Engelse vertaling van het boek ook publiceren. En toen heb ik dus die vertaling dus gefinancierd via crowdfunding. En ik was de eerste ter wereld die op basis van aandelen een crowdfundingcampagne had voltooid. Wat natuurlijk heel mooi was in de media. Allemaal prijzen gekregen, zelfs John de Mol verslagen voor de titel beste ondernemer van het jaar. Niet op basis van inkomen, maar op basis van stemmen helaas. Maar ja, kan niet alles hebben. Op een gegeven moment zelfs European Young Leader geworden. In ieder geval, ik kreeg een mailtje, ik dacht dat het spam was, maar nou ja, dat bleek echt waar te zijn. Uiteraard ja gezegd. Maar achter het scherm was eigenlijk gewoon één grote, grote puinzooi. Maar ja, de eerste is natuurlijk heel mooi richting de buitenwereld, maar ja, achter de schermen gaat er wel iets mis. Dus uiteindelijk zat ik met 2 BV's en een coöperatie en een stichting. En een stapel van 5000 boeken. Die uiteindelijk niet echt werden verkocht. Dus daar toen ongeveer een ton op verloren. Nou ja, dat is leergeld. Daar kun je ook een mooie MBA voor doen. En uiteindelijk wel gezien, ja, dat crowdfunding heeft heel veel potentie. Maar achter de schermen, ja, klopt er niet voor alle deelnemers. En crowdfunding is natuurlijk, op een gegeven moment, je hebt een leuk idee. En je zet je idee op een platform, op de crowdfunding platform. En vervolgens nodig je mensen uit om te investeren. Dus eigenlijk wat zo'n platform doet, is een soort van marktplaats zijn die vraag en aanbod van geld met elkaar verbindt. Vervolgens ook het vertrouwen creëert tussen de spelers op de marktplaats. En uiteindelijk ook faciliteert in die transactie. En toen dacht ik, dit is zo interessant. Dit gaat met veel meer dan alleen maar met geld. Maar ook juist ook met spullen. En arbeid. Ja, toen dacht ik, dit is zo interessant, hier ga ik mee verder. Dus toen daar eigenlijk de afgelopen 8 jaar de wereld over gereisd. Ik heb mijn foto's meegenomen. Ook heel veel mensen ook in mijn team gehad. Sebastian achterin ook, zelfs nog samen in Kopenhagen en in San Francisco geweest. Hele mooie tijd. En natuurlijk op een gegeven moment ook Klaartje. Kijk, wat zit je Klaartje? Het is zo weinig mensen nog is het zoeken. Op een gegeven moment een samenwerking met de MQA Service Desk, waarbij zij dus een journalist zouden sponsoren voor 2 jaar in het team. Maar ja, ze hadden alleen geen journalist die aan het profiel voldeed van wat we zochten. En toen is een challenge uitgeschreven, een wedstrijd online en offline, waarbij je uiteindelijk een baan kon winnen als journalist bij MQA Service Desk en in mijn team. En Klaartje hierachter, die heeft het toen gewonnen en ook 2 jaar ook een hoop reizen meegemaakt. Ook een hele mooie tijd meegemaakt. En sowieso heb ik heel veel reizen gemaakt. Ik heb in totaal ongeveer 60 verschillende reizen gemaakt. Vooral heel veel binnen Europa. Het afgelopen jaar zou ik er nog bij maken, maar dat ging natuurlijk niet meer door. En daar heb ik heel erg veel mooie dingen meegemaakt. En de afgelopen tijd ook wel steeds vaker ook in de media. En dan mag ik, zoals bij Max de Vakantieman, vertellen waarom mensen niet buiten platform om moeten gaan betalen, want ze dan misschien kunnen worden afgezet. Heel vervelend, maar ja, dat gebeurt in het leven, zal ik maar zeggen. Kijk. Dus wat ik eigenlijk ga doen is het programma voor vandaag is, ik heb mijn boek, die is in 4 delen opgedeeld. Een stukje context, wat zijn platformen en wat doen ze? Het 2e deel gaat over hoe bestaande organisaties, dus niet startups, met platformen omgaan. De 3e deel gaat over hoe overheden en platformen kunnen gaan samenwerken. En als laatste een stukje toekomst en trends. En wat ik heb gedaan is, ik ga eigenlijk de presentatie in deze 4 stukken ook opdelen. En iedere keer heb ik na deel 2, 3 en 4 heb ik een spreker bereid gevonden die het boek heeft gelezen. En vervolgens gaat reflecteren vanuit zijn of haar beleving op het onderwerp. Om ook zo heel erg fijn ook van buitenaf gewoon nog een stukje duiding te krijgen. Want ik kan natuurlijk wel 2 uur lullen, want op zich het boek is dik genoeg. Maar dat wordt een beetje saai natuurlijk.
Ja, dat heb ik eigenlijk net verteld. Dus ja, ten eerste, ja, wat zijn platformen? Dat is misschien een goede om bij stil te staan. Ja, eigenlijk is een platform gewoon een soort van marktplaats. Hè, hier hebben we natuurlijk eigenlijk bol.com en Coolblue. Heel vaak ook voor de klant eenzelfde soort bedrijf. Maar zeker achter het scherm is het heel anders. Waarom? Bij Coolblue, als je iets bestelt, dan komt het uit hun eigen magazijn. Ze hebben grote magazijnen waar ze eigenlijk alles op voorraad hebben, waar ze heel snel kunnen leveren. Bij bol.com, daar is voor een groot deel van de voorraad komt van andere leveranciers. Oftewel, dat platform faciliteert eigenlijk heel veel verschillende leveranciers om via het platform, via het centrale platform, hun spullen te verkopen aan anderen. En dat platform is daar een soort van facilitator die daarin dus die aanbieders begeleidt. Dat is eigenlijk het grote verschil in platforms. Enerzijds of je hebt je eigen magazijn en dan ben je eigenlijk gewoon een winkel. Of je hebt heel veel aanbieders die je uiteindelijk faciliteert met die technologie en ook ondersteuning om uiteindelijk heel veel mensen te kunnen gaan bedienen. Eigenlijk kun je het ook gewoon een marktplaats noemen. Hetzelfde als op de markt. Je hebt een marktplein. Je hebt natuurlijk de aanbieders van de kraampjes. Allemaal losse bedrijfjes. En je hebt de klanten die komen daar op de marktplaats. Komen die hun spullen, hun kaas en brood komen die kopen. En wat ook belangrijk is om te weten, is uiteindelijk natuurlijk dat het platform, die heeft dan weer de rol van marktmeester. Oftewel het platform die bepaalt dus onder welke voorwaarden die mensen met elkaar zaken kunnen gaan doen. Dat is absoluut heel hard nodig ook om het te kunnen laten werken. Maar daar zitten ook een paar vraagstukken bij waar ze op bij komen. Maar eigenlijk doet zo'n platform eigenlijk vier dingen. Ten eerste, ze lossen informatieasymmetrie op. Dat is een heel erg lastig woord. Ik heb het gisteren geprobeerd om aan mijn zoon Joep uit te leggen. Dat werkte niet. Maar uiteindelijk waar het om gaat is, je hebt natuurlijk zeker met markten waar heel veel verschillende aanbieders zijn, heb je natuurlijk geen overzicht in wat waar speelt. En zo'n platform die zuigt eigenlijk al die informatie uit de markt en die verdeelt dat vervolgens weer aan de andere kant van de marktzijde. Ik heb straks ook een paar voorbeelden. Vervolgens verlagen ze en verleggen ze die kosten voor de transactie. Oftewel, ze maakt het eigenlijk eenvoudiger om mee te gaan doen. Waar je vroeger, als je iets wilde verkopen online, misschien een ton moest investeren in je eigen webshop, kun je nu als aanbieder kosteloos of bijna kosteloos op bol.com aansluiten. En opeens heb je eigen marktkraam. Dus die drempels worden verlaagd om eigenlijk zonder investeringen heel erg eenvoudig die zaken te kunnen gaan doen. Nou, vervolgens creëren ze een omgeving waarin mensen elkaar vertrouwen. Dat doen ze onder andere door de reviews, dus elkaar beoordelen. Maar vervolgens ook door verzekering aan te bieden en ook gewoon een sterk merk te bouwen. Mensen die vertrouwen ook zo'n platform dat ze ook als het misgaat het wel oplossen. En vervolgens als laatste faciliteren ze ook echt in de hele betaling. Dus eigenlijk van het zoeken tot het betalen en het leveren gaat via het platform. Dat is even heel erg basic gezegd. En daardoor krijg je ook wat ze noemen netwerkeffecten. Oftewel eigenlijk hoe meer mensen meedoen, hoe beter het werkt. Dat zie je natuurlijk ook. Bijvoorbeeld, waarom ben ik vroeger van Hives naar Facebook gegaan? Ja, ik had ook vrienden, ook buiten Nederland. Ja, die kon ik niet op Hives kwijt. En zo kon ik die in één keer dus via Facebook in één keer wel bedienen. Die netwerkeffecten die zijn ook vaak heel erg lokaal. Ja, bijvoorbeeld als je kijkt Uber. Hè, stel bijvoorbeeld Uber heeft in Amsterdam 1000 taxis rondrijden. Maar hier in Utrecht heb je er niks aan. Dus heel vaak zijn die netwerkeffecten ook heel erg lokaal. Waarbij eigenlijk lokaal een hele goede balans moet maken tussen die vraag en aanbod. En een beetje kijken naar de historie van productieprocessen. Dan zie je eigenlijk ook wel goed wat zo'n platform anders is. Dus een fabriek die maakt gewoon één product en die verkoopt er één. Een service company, bijvoorbeeld een advocatenkantoor, die is ook gewoon uurtjes aan het verkopen, maar is daarin ook niet zozeer schaalbaar. Een softwarebedrijf die maakt één en die verkoopt het aan heel veel anderen. Maar een platform die faciliteert eigenlijk als een marktplaats tussen heel erg veel aanbieders en heel veel vragers. En omdat die platform ook niet zelf investeren in dat aanbod, kunnen ze daardoor relatief niet eenvoudig, maar wel snel kunnen ze opschalen. Een aantal voorbeelden. Natuurlijk marktplaats. Denk iedereen die dat kent. Marktplaats. Stel bijvoorbeeld jij wil een microfoon, een Sennheiser EW100 G3. Dan zet je je zoek op dat uit op marktplaats. En opeens is er iemand ergens in het land die zo'n ding te koop biedt en je kunt hem kopen. Dus zij verbinden ook een enorme grote groep aan aanbieders met een hele grote groep aan vragers met elkaar. En daardoor, wat vroeger via de krant ging, echt enorm inefficiënt, kan nu opeens via zo'n handige website. Natuurlijk vreselijk design,
Oftewel, let's ook design, ook met lelijke designs kun je succesvol worden. Hetzelfde wordt ook met Snapcar, die komt zo. Autodelen, de eerste keer dat ik hem gebruikte, was echt een vreselijke app. Het werkte echt voor geen meter, maar ze hadden wel al iets van 10 miljoen erin gestopt. Dus ook met brakke software kun je alsnog een marktleider worden. Ook een mooie les. En natuurlijk Booking, dat is natuurlijk een platform voor hotels. En daar zie je ook dat er af en toe wat frictie ontstaat binnen die platform. Dus enerzijds, wat die hotels hebben gedaan, is eigenlijk een hele online marketing en sales uitbesteed aan Booking. Waardoor ze zonder investering in één keer echt een miljoenen of zelfs miljarden publiek aan kunnen spreken. Maar ook wat ze ook deden, was ook hun klantcontact wegleggen naar Booking. Dus de volgende keer als die klant weer komt, ja, dan zal hij weer via Booking weer willen reserveren. En dat is natuurlijk, ja, als ondernemer natuurlijk wel iets waar je op moet letten. Van hoe ga je ze platform ook laten werken voor jouw business in plaats van andersom? Uber, nou, dat komt ook natuurlijk wel overal voorbij. Maar in principe, ja, taxis die waren er altijd al. Maar Uber als platform, die verbindt taxis met hun klanten. En Uber liet ook natuurlijk wel heel veel interessante vraagstukken. Ook zeker ook van mijn onderzoek ook zien. En wat ik ook vaak zeg tegen beleidsmakers. Op zich mogen misschien achteraf heel blij zijn dat Uber zich af en toe als zo'n klootzak heeft gedragen. Want waarom? Ja, dat heeft ook een stukje naïviteit bij beleidsmakers weggehaald. En daarmee zie je dat eigenlijk de markt een stuk niet weerbaarder is, maar een stuk minder niet alert is. Want er is nog een hele verre lange weg te gaan. En Snapcar inderdaad, die ik eerder zei, je auto staat vaak stil. Dus via het platform kun je makkelijk aan anderen verhuren. Dus wij hebben afgelopen zomer, toen wij zelf 6 weken weggingen, onze auto voor 4 weken verhuurd aan een stel die naar Zweden ging met kinderen. Die hadden zelf een kleine elektrische auto. Maar ja, voor vakantie was hij te klein en reed hij niet ver genoeg. Dus opeens konden zij het verzekerd dan wel de auto huren via het platform. Ja, wat doen die platformen? Eigenlijk heel simpel, ze faciliteren en ze verbinden. Oftewel, ze hebben zelf niks, maar ze zijn echt die intermediair. Ze benutten die schaalvoordelen, want uiteindelijk als heel veel mensen meedoen, dan kunnen eigenlijk ook al die investeringen worden gebundeld om in één keer goed te investeren in die technologie en alles daaromheen. En daarmee maken ze ook vaak een enorm gefragmenteerde markt zichtbaar. En bijvoorbeeld discussies bijvoorbeeld met platform voor thuisschoonmakers, Helpling. Thuisschoonmaken is natuurlijk iets waarvan we weten dat het natuurlijk onderbetaald is. Want wij consumenten zijn gewoon hele slechte werkgevers. En, Lars, neem een stoel. Vervolgens weten we ook dat die arbeidsvoorwaarden gewoon heel erg slecht zijn. Dat weten we al jaren, maar nu opeens heb je een platform die eigenlijk al het aanbod via een platform centraliseert en zichtbaar maakt. En het probleem is heel vaak in discussies, dan wordt volgens het platform de schuld gegeven. Jullie platform, jullie moeten bijvoorbeeld betere voorwaarden bieden. Vast zeker iets voor te zeggen. Maar in principe wat zij ook doen is eigenlijk een onzichtbare markt zichtbaar maken. Ja, zoals ik aangaf, ze bepalen natuurlijk als marktmeesters de regels van het spel. En ze verlagen ook die kosten. Even kijken. Vervolgens verlagen ze ook drempels voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren bij Deliveroo, de maaltijdbezorging. Dat heel veel mensen die in de normale arbeidsmarkt nergens een kans kregen, nu opeens via Deliveroo aan de slag kunnen gaan. Want zo'n platform die zegt, jongens, kom er maar bij, ongeacht je achtergrond of achternaam. Iedereen kan zich inschrijven, waar natuurlijk bij een normale bedrijf een recruiter aan de poort staat, die natuurlijk een bepaalde bias heeft in wat hij of zij vindt dat goed bij de bedrijfscultuur past. Ze creëren vaak, het is geen unieke problemen, maar vaak vergroten bestaande pijnpunten. Ze vormen natuurlijk in sommige sectoren eigenlijk een soort van nieuwe infrastructuur. En zeker natuurlijk ook bij corona hebben we gezien, moeten we af en toe niet nadenken of we bepaalde infrastructuur niet ook meer publiek willen organiseren, in plaats van alleen maar via de markt. Als we bijvoorbeeld voor een coronatest afhankelijk zijn van Facebook, dan lijkt me niet een heel goed idee. Die hebben niet een hele goede reputatie als het gaat over data en dat soort dingen. Zo eigenlijk. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg problemen. Dus enerzijds, ook daarom ook het woord platformrevolutie, er zijn natuurlijk heel veel kansen. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel aandachtsgebieden. En dit is een uitspraak van James Ferrer. Hij is een Uber-chauffeur in Londen. En hij heeft een coöperatie opgericht, de Worker Info Exchange, die eigenlijk van alle chauffeurs de data verzamelt die ze ook aan Uber geven. En eigenlijk die data gebruiken om bijvoorbeeld rechtszaken te voeren tegen Uber, om daarmee eigenlijk hun algoritmes van achter naar voor opnieuw te kunnen gaan uitrekenen. Maar wat hij zegt, enerzijds zijn natuurlijk in ieder geval meer verbonden dan ooit. Maar ik voel me als gebruiker meer eenzaam dan ooit. Dat is zeker iets wat ook wel aandacht behoeft. Nu stond er hier een mooie Q&A met Jelle, maar die is er niet. Dus
Maar even, zijn er vragen over het eerste deel? Ik ben Samir Lahiri. Ik werk onder andere bij de Rijksinnovatiecommunity. En ja, je ziet bij de overheid ook al meer bemoeienissen rondom platforms. En men weet niet precies wat er gedaan moet worden. Er is nog een hele lange weg te gaan, hoor ik jou ook zeggen. En je hebt ook een verwijzing naar de overheid in slide 2 van de platforms. Wat doen ze nou precies? Kan je dat wat meer duiden? Zie je dat concreet voor je wat er nog gedaan moet worden? Zeker, dat komt eigenlijk in deel 3 naar voren. Dat is in ieder geval het deel overheid en platform, want ja, er moet een hoop gedaan worden. Enerzijds heb je natuurlijk over grip op platformen, dus hoe kun je überhaupt controle hebben over wat er gebeurt en hoe handhaaf je. Want ja, je kunt bijvoorbeeld hele mooie regels bedenken, maar als je niet kunt handhaven, ja, dan heb je er niks aan. En het probleem is dat er worden regels bedacht, maar er wordt eigenlijk amper nagedacht over het handhaven. Dat is wel een dingetje. En daarna kun je gaan kijken, ja, hoe kunnen platformen ook bijdragen aan het creëren van een betere overheid. En beter kan zijn, goedkoper. Gewoon ook echt het verlagen van kosten van de overheid. Maar ook, ja, hoe kun je ook uiteindelijk ook de samenleving veel meer faciliteren via die platformen. Maar dat komt straks in deel 3 dat voorbij. Dus die hou je nog even te goed. Achterin hebben we Stefan, die kijkt mee met de vragen vanuit de Zoom. We hebben iets van 75 mensen die ook via Zoom meekijken. Ja, ik heb een vraag hier van Albert Boswijk. Wie is in control? Daar ben je in feite al wat meer op ingegaan. Maar ook Harry Bijl vraagt hier, wordt de urgentie voor een gelijk speelveld bij de overheid wel gevoeld? Eerste vraag, wie is in control? Goeie vraag. In principe, als je kijkt in de executie, zou je kunnen zeggen dat het platform in control is. Hoewel het platform ook natuurlijk wel afhankelijk is van de gebruikers. Want uiteindelijk als, kijk, een platformmacht, er wordt heel veel gesproken over de macht van platformen, is natuurlijk macht bij gratie van de gebruikers. Want een platform zonder gebruikers is niks waard. Dus daarom moet een platform ook continu ook waarde toevoegen voor zowel de vraag als de aanbodkant. Dus onbeperkt controle is er niet. Er is er wel, en daarmee ook gelijk het linkje ook richting de overheid. De urgentie voor een living playing field is er gewoon is er niet. Ik zeg dat de overheid nu op, nou ja, misschien fase 0.1 zal ik het noemen, als je gaat over platformen. Dus die urgentie is er gewoon nog niet. Er komen nu wel een aantal wetten aan, maar het lastige is vaak met de overheid is enerzijds dat het heel erg vaak gaat over hele bepaalde kleine onderdeeltjes. Oftewel, ze zitten heel erg in hun eigen silo. Het is niet echt horizontaal geborgd. En daarnaast staat het eigenlijk nog onvoldoende op de politieke agenda. Ik heb begrepen dat er een aantal kabinetsleden wel mee bezig zijn om het wel echt ook echt op de agenda te plaatsen. Maar dat is nog iets van toekomst. Dus nu nog een onvoldoende. Ja, platformen voor niet-startups. Uiteindelijk als je als organisatie kijkt naar, ja, wat moet ik met platformen. Waar ik altijd een beetje voor waak is wat ik noem het blockchain-syndroom. Oftewel, blockchain, dat is een technologie die een aantal jaren geleden opkwam, die eigenlijk de belofte was voor de decentrale wereld en het eigenaarschap van iedereen. En in potentie bijvoorbeeld banken, verzekeraars en alles onnodig zou kunnen maken. Nou, dat werd natuurlijk flink gehyped. En toen merk ik dat heel veel raden van bestuur zeiden van, goh, weet je wat, tegen hun mensen onder zich. De meeste bedrijven zijn steeds als een mooie hark georganiseerd. Die zeiden van, goh, doe iets met blockchain. En vervolgens gingen ze iets doen zonder na te denken van, ja, maar is blockchain wel de juiste oplossing voor mijn probleem? Nou, iemand die ik ken, die werkte bij een grote energiemaatschappij. En die zei, ja, Martijn, we gaan dit doen in de blockchain. En ik zei, ja, tof. Maar waarom blockchain? Ja, geen idee. Ik ga eens navragen voor je. Nou, niks meer gehoord. Dus ook het probleem met platformen is, ja, je kunt wel als bedrijf zeggen, ja, wij willen een platform. Maar als je niet nadenkt van, goh, maar ja, draagt zo'n platform ook echt bij je aan, ja, de doelstellingen die we hebben? Nou, als het een nee is, doet het vooral niet. Dat is een beetje het probleem. Nou ja, je hebt heel verschillende keuzes. Ga ik verder niet verder op in. Maar je kunt eigenlijk van alles doen. Je kunt platformen overkopen. Je kunt zelf gaan doen. Je kunt samenwerken. Ja, eigenlijk een hele riedel die ik ook in mijn boek in zo'n dik stuk ook verder behandel. Uiteindelijk hoef je ook nooit echt voor één keuze te gaan. Dit is bijvoorbeeld een taart vanuit allemaal grote automobielbedrijven. Die eigenlijk een soort van, ja, hybride strategie hebben. Waarbij ze zowel investeren, dingen zelf doen, gaan partnersen en dat soort dingen. Dus uiteindelijk, ja, is het ook geen keuze van dit moet je doen. Maar kijk gewoon hoe je daar een beetje een mooie mix in kunt maken. En daar zie je bijvoorbeeld als voorbeeld IKEA. IKEA, ja, we kennen natuurlijk bekend van de meubels. De billykast, wie heeft ze niet? Nou ja, wij wel, toch? Ja, ja. Die heeft pas eruit geknikkerd.
Oh ja, jij vond die mooi, hè? Sorry. maar ja, op zich eerst echt hè, de meubelwinkel. Eerst met een wat discutabele reputatie die echt steeds beter werd. Vervolgens gingen ze ook kijken van, goh, kunnen we ook meer circulair werken? Oftewel, je gaat niet iets bij ons kopen, maar je betaalt per maand voor een inrichting in je huis. En zeg je ook steeds verder kijken, ja, maar hoe kunnen we uiteindelijk ook echt van het begin tot het eind die klanten helpen? Ja, als het iets frustrerend is, is het wel dat ding in elkaar zetten. Dus TaskRabbit was een groot platform, of is een groot platform in Amerika, waar je mensen in kunt huren om klusjes voor je te doen. Gewoon onder andere heel veel IKEA dingen in elkaar schroeven. Dus IKEA heeft TaskRabbit overgenomen met het idee om uiteindelijk ook die klant gewoon veel meer te kunnen ontzorgen en daarmee ook een veel betere oplossing te kunnen bieden voor die klanten. Oh, ik ging wat snel. Topshoe vind ik een hele mooie, ook een Nederlands voorbeeld. Allemaal schoenenwinkels. Die zeiden, goh, weet je wat, we zien al die grote platformen opkomen, maar wij willen eigenlijk zelf graag die autonomie bewaken. Dus wij gaan onze eigen platform starten. En dan zie je 62 winkels die uiteindelijk hun eigen platform hebben laten bouwen. Ook echt in een apart bedrijf. Daarmee ook zelf eigenaar zijn en bestuurder zijn ook van het platform. En daarmee ook online op een goed niveau hun klanten kunnen bedienen. En daarnaast ook de mix kunnen maken tussen offline en online. Want stel bijvoorbeeld, jij komt naar de fanswinkel en je wil bijvoorbeeld mooie gele schoenen. En je past een rood paar. Nou, je denkt, ja, zit lekker, maar ik wil geel. Ja, wat doe je normaal? Ja, sorry meneer, ja, kun je niet helpen. En vervolgens gaat diegene het online bestellen, niet bij jou. En die winkels die bij Topshoe zijn aangesloten, die hebben gewoon zo'n internetcel in de winkel staan. Dus van, goh meneer, u wilt gele? Oh, wacht maar eventjes. En die bestellen in één keer in de winkel voor jou, jouw gele schoenen. En een dag later heb je ze binnen. Dus voor die winkeliers ook een goede manier om uiteindelijk ook een veel breder assortiment te kunnen aanbieden aan hun offline bezoekers dan eigenlijk voorheen het idee was. Seize the Meat, ook, de locatie ook waar we hier zijn, is ook heel erg vanuit een gedachte opgezet, ook door Ronald van Hof achter in de zaal, om te kijken naar hoe kun je uiteindelijk bepaalde onbenutte capaciteit kun je wel benutten. Oftewel, toen ze hier begonnen, lang geleden, hiervoor in Utrecht. Nou ja, toen hadden ze vergaderzalen die ze verhuren. Nou, dat moet geld opleveren, want uiteindelijk moet je ook gewoon natuurlijk geld verdienen. Ook niet onbelangrijk, wordt heel vaak trouwens vergeten. Maar dat is wel een essentieel onderdeel van het hele bedrijfsproces. Maar ja, die lobby die stond leeg. Dus zij dachten, goh, weet je wat nu als we nou gewoon ook mensen uitnodigen om hier lekker gewoon te komen werken. We geven ze koffie en we geven ze lunch. En vervolgens daarmee bouwen we ook een community. Oftewel, wij geven eigenlijk onze onbenutte capaciteit, die lege tafels en stoelen, geven eigenlijk weg aan anderen in ruil voor sociaal kapitaal. En vervolgens, als die mensen dan een keer een zaal nodig hebben, nou, dan komen ze hier terecht. En het slimme daarvan is ook dat ze, waar heel veel van dit soort locaties afhankelijk zijn van een paar grote klanten, hebben zij gewoon heel erg veel kleine klantjes. En omdat ze eigenlijk hun hele boekingssysteem hebben geautomatiseerd, kun je gewoon heel erg tegen lage kosten ook gewoon hoge volumes boekingen draaien. Dus dat vind ik een heel erg mooi voorbeeld. Elanza. Je hebt ook heel veel bedrijven, die hebben bijvoorbeeld heel veel freelancers in dienst. Het probleem is heel vaak, ze hebben vaak geen idee wie ze in dienst hebben en wat de voorwaarden zijn. Nou, Elanza is een platform die dus personeel in zorginstellingen helpt. Oftewel, de HR-afdeling van zo'n zorginstelling, die gebruikt het platform om de freelancers die bij hun komen te werken in te schrijven. En vervolgens wordt eigenlijk alle administratie ook via het platform verder geregeld. Dus eigenlijk meer platform als een soort van software tool om uiteindelijk ook meer grip te krijgen op je inhuur bij een organisatie. En de andere is Yellow. Lars hier ook in de zaal, een van de oprichters, die eigenlijk ook een vergelijkbaar platform heeft, waarbij je uiteindelijk als organisatie een soort van software as a service, zoals we dat noemen, oplossing inkoopt. En daarmee grip krijgt op je flexibele schil. En er is ook een mooie case ook in het boek vanuit Yellow en de gemeente Groningen, waar wij gaan kijken, kunnen we ook misschien niet een stukje interne mobiliteit binnen onze organisatie ook faciliteren via een platform. Want ook heel veel bedrijven, die hebben ook heel veel mensen in dienst, maar ze hebben geen idee wie dat zijn en wat ze kunnen. Dat is hartstikke zonde, want heel vaak heb je bepaalde klussen in je bedrijf, maar je hebt geen idee dat je al zelf mensen hebt rondlopen die dat al prima kunnen. Nou, via een platform zou je dat ook inzichtelijk kunnen maken. Anders wordt Flexport, dat is in de scheepvaart, maar ook bijvoorbeeld een Royal Flora Holland, de bloemenveiling, die opeens eigenlijk van de offline bloemenveiling is overgestapt naar een online klok.
Waarbij ik ook uit de wandelgang ook wil horen dat het ook wel best wat weerstand op met zich meebrengt. En dat er nu juist ook weer kwekers weer buiten het platform en buiten de veiling om gaan handelen. Omdat ze niet die link naar digitaal willen gaan maken. Dus daar is ook een stukje inclusief ook wel heel erg belangrijk. Een aantal strategische vragen die je eigenlijk zelf moet stellen op het moment dat je dus met een platform aan de slag gaat als organisatie. Ten eerste inderdaad, is het überhaupt wel de beste optie? Want een platform bouwen om te bouwen, dat werkt niet. Hoe zet je legacy in als assets? Legacy is eigenlijk hetgene wat bedrijven omschrijven als alles wat ze al hebben. En heel vaak als je het over innovatie en bestaande organisaties, is vaak het eerste wat je hoort. Ja, maar we hebben zoveel legacy. We hebben zoveel mensen, oude systemen, allemaal gedoe. Aan de andere kant hebben ze ook heel veel geld. Ze hebben al klanten. Ze hebben al vaak bepaalde producten. Dus heel vaak hebben ze ook heel veel wel. En heel vaak is het een beetje een probleem dat heel veel mensen binnen grote bedrijven niet die switch kunnen maken naar van legacy als een ballast naar legacy als een kans. Maar dat is wel belangrijk om naar te kijken. Want natuurlijk heb je een hoop gedoe. Maar je hebt ook een hoop wel. Bijvoorbeeld startups, die hebben bijvoorbeeld geen klanten. Ja, en geen geld. Ja, dat heeft een bestaand bedrijf bijvoorbeeld wel. Dus ga kijken naar wat je wel hebt. Ja, waar ga je dat dan volgens ook binnen de organisatie borgen? Ga je dat ergens fysiek op een afdeling doen? Of gooi je ze de deur uit en plan je ergens in een of andere hippe omgeving waar ze daar aan de slag kunnen gaan? En hoe autonoom kunnen ze ook binnen de organisatie ook opereren? Of moeten ze voor alles weer goedkeuringen vragen bij alle loketten? Dat zie je ook vaak gebeuren. Dat vervolgens het vooral bij legal of zo bij degene die gaan over de regels. Blijven dingen vaak een paar maanden hangen. Omdat omdat ze daar vaak iets mee willen. Of vaak ook niet. Wat doe je wel? Wat doe je niet? En ook hoe borg je de continuïteit? Heel vaak wordt het natuurlijk al meer als een soort van projectje neergezet. Maar ja, volgens is het projectje voorbij. En er zit geld op. En dan, punt. Ja, vaak niks. Dat is ook niet handig. Dat is ook zonde van je geld. En uiteindelijk ook een belangrijke vraag ook richting intern. Zo'n platform, is het dan aanvullend op dienstverlening of cannibaliserend? Oftewel, ga je je bestaande business opeten met je nieuwe platform? Wat vaak natuurlijk intern de nodige discussie met zich meebrengt. Of wordt het een aanvullende dienstverlening? En als laatste, ambitieniveau. Want uiteindelijk, wat heel vaak ontbreekt, vind ik dan, is de ambitie. Oftewel, als je eigenlijk al van tevoren uitspreekt van oké, wat is je ambitie en wanneer is het een succes? Dan heb je vaak al heel veel bepaalde vragen al getackled. Pas werd ik bijvoorbeeld gebeld door de gemeente Amsterdam. Die zeiden van wij willen zelf iets van een Airbnb-platform starten. Ik zei, dat is wel leuk. Maar wat is je ambitie? Heb je minimaal 10 miljoen beschikbaar voor de komende 4 jaar? Nee. Ik zei, doe dan niks. Want uiteindelijk kun je wel dingen roepen, maar als je daar ook niet ambitie bij zet en ook de resources beschikbaar maakt om het te kunnen gaan doen, dan kom je heel erg ver. Nou, dat was dat stukje. Eerst misschien wat vragen nog en daarna gaan we door naar Marjolein. Ik zie Stefan knikken. Ja, er zijn wel een aantal vragen inderdaad binnen Zoom. Misschien is het handig om die een beetje te bundelen. Sowieso zegt Auke Brugmans dat het boek bij hem net op de deurmat is gevallen. Dus dat is een goede timing. Albert Boswijk vraagt zich af, kan je zeggen dat er kapitalistische platforms zijn en sommige meer op basis van commons, vanuit een maatschappelijk belang? En een beetje gerelateerd is een vraag van Pedro Matthijsens. Zou er zoiets kunnen bestaan als een platform voor platformen, waarmee je iedereen met iedereen kan verbinden, om alle vragen en aanbod snel en makkelijk te verbinden? Bestaat er al een initiatief in die richting? Dat is misschien leuk om te combineren. Ja, gewoon het iedereen platform en we noemen het everyone. Is die vrij? Ten eerste net even de vraag van Albert. We kijken natuurlijk heel veel, ook de voorbeelden in de media gaan natuurlijk heel erg over de platformen waar gewoon heel veel geld achter zit en waar het doel is om dan nog meer geld te gaan verdienen. Het andere uiterste zijn dan meer de commons platform, waar het heel erg gaat over gezamenlijk gezamenlijk eigenaarschap. En dat is eigenlijk in ieder geval meer de andere kant van het spectrum. Wat ik heb gemerkt is uiteindelijk dat een middenweg veel beter werkt. Want wat ik zag, ik was op een gegeven moment 3 jaar achter elkaar in Parijs bij de WeShare Fest. Een wijs gaaf, een soort van paradeachtig congres over de deeleconomie. Echt legendarisch, met Hans ook een keer daar geweest. Echt een waanzinnige omgeving. Maar daar zag je echt heel duidelijk, daar zag je echt gewoon heel duidelijk gewoon twee groepen mensen. Degene die echt voor het geld gingen
en degene die voor de idealen gingen. Maar ja, degene die voor het geld gingen, die keken alleen maar korte termijn naar snel cashen. Maar aan de andere kant, degene die voor de idealen gingen, die deden dat vaak op hun eigen spaarrekening of op subsidies. En daar was het woord geld verdienen eigenlijk vaak een vies woord. Terwijl uiteindelijk in ieder geval genoeg geld verdienen om ook te kunnen bestaan. En daarmee ook een model te maken wat ook gewoon duurzaam is. Dat is natuurlijk essentieel. Dus eigenlijk zie ik meer een soort van ideale middenweg. Waar je enerzijds ook die waarde gewoon heel goed borgt. En ook voor zorgt dat ook niet het model zo is ingericht dat ja, het gewoon leeggetrokken door bijvoorbeeld investeerders. En aan de andere kant dat het wel gewoon ja, genoeg geld verdient om ook gewoon te kunnen blijven bestaan. En bijvoorbeeld één mooi model wat ik ben tegengekomen onderweg, dat is het steward ownership model. Ik was in Berlijn bij een congres daarover. Dat ging eigenlijk over dat op het moment dat een bedrijfsmodel waarbij eigenlijk het kapitaal dienend is aan het bedrijf. Oftewel, degene die het eigenaarschap hebben, kunnen nooit geld uit het bedrijf trekken ten koste van de gezondheid van het bedrijf. En dat vond ik wel een heel erg mooi model. Ik dacht dat is nieuw, maar de eerste spreker was Bosch, een bedrijf van meer dan 100 jaar oud. En die doen het al meer dan 100 jaar, dus blijkbaar bestaat het al een tijdje. Maar ik vind het wel heel mooi om ook juist ook die eigenaarschapmodellen ook bijvoorbeeld ook in onderwijs gewoon veel meer te borgen. De tweede vraag was net over ja, een platform voor alles. Nou, dat klinkt natuurlijk wel ideaal, maar vaak in de praktijk is het vaak iets wat niet werkt. Want heel vaak zie je platformen heel erg vaak zich echt specialiseren in een bepaalde niche, een specialisatie. Bijvoorbeeld mobiliteit, vaak dan specifiek voor taxis. Of fietsen, of bijvoorbeeld arbeid, bijvoorbeeld, specifiek freelancers. En heel vaak zie je op het moment als ze breder gaan, ook buiten hun sector, dat het vaak heel lastig wordt om het ook voor de gebruikers nog werkbaar te houden. Dus eigenlijk hebben ze al hun processen zo ingericht dat het waanzinnig makkelijk werkt om een taxi te bestellen. Maar als je ook nog 10 andere dingen kunt bestellen, dan werkt het voor geen meter. Dus dat vind ik vaak het lastige, dat echt horizontale platformen over het algemeen niet succesvol zijn. En meer echt de verticale platformen, die zijn dat dan weer, wel. Nu hebben we hier Marjolein. Ik kan nu gewoon aan. Als moderator vandaag ook. Marjolein, in ieder geval, jij werkt bij bol.com al een aantal jaar. We zijn elkaar een tijdje geleden tegengekomen ergens online. Zoals je tegenwoordig mensen alleen maar online tegenkomt. En ik heb jou gevraagd om een stukje reflectie te geven op... Jij hebt het boek gelezen. Op hoe jij eigenlijk naar de hele ontwikkeling kijkt en daaromheen. Dus dank dat je hier bent. Martijn, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk om hier te zijn. Mijn naam is dus Marjolein Verkerk. Ik werk 6 jaar bij bol.com. Bij een platform inmiddels. Dus Martijn heeft mij gevraagd om iets over onze ontwikkeling als platform te vertellen. In relatie ook tot het boek dat je geschreven hebt. Dus dat doe ik heel graag. En allereerst te beginnen ben ik heel blij dat het boek er is. Want ik werk dus 6 jaar bij bol.com. Heel veel jaren ook als woordvoerder. Dat betekent dat ik iedere dag vragen kreeg over... Wat is bol.com? Hoe werkt dat? Wat is eigenlijk een webwinkel? Wat is een platform? En wat mij altijd opviel, is dat het heel vaak dezelfde vragen zijn. Na 6 jaar kan ik alle vragen dromen. En die komen voort uit een bepaalde basiskennis die er is. Of soms misschien een kennis die er eigenlijk niet is. Dus ja, mijn rol was altijd, en ik vond het heel belangrijk, om heel veel context te geven. Want als ik een vraag kreeg, kwam die heel vaak vanuit een aanname. En dan vond ik het belangrijk om ook heel veel achtergrond te geven over waarom een platform is wat het is. En mijn collega's vonden dat wel eens irritant. Die zeiden dan, come to the point, ze willen een kort antwoord. Ik zei, ja, dat doe ik niet aan, want dat korte antwoord dat past alleen maar bij een breed verhaal. Dus ja, ik ben vooral heel blij dat er een boek als dit er is. Omdat, nou, je ziet het ook, ongeveer 400 pagina's. Het is soms ook heel nodig om goede informatie te geven. En wat ik al zei, ik merk dat er best wel veel aannames zijn. Dus platform is bijna een beetje een buzzwoord. Alles is een platform. Nou, Martijn heeft mij ook nog wat geleerd toen ik het boek las. Dat er heel veel bedrijven zijn waarvan ik eigenlijk helemaal niet door had. Oh ja, dat kan je misschien ook een platform noemen. En dat maakt dat platformen heel divers zijn. En in mijn nieuwe rol, waarin ik veel contact heb met de overheid... wordt er veel gesproken over regel en wetgeving, wat heel logisch is, wat ook denk ik wel terecht is. Maar er wordt niet altijd rekening mee gehouden dat ieder platform anders is en dat het heel anders werkt. Dus ik ben vooral ook heel blij dat in dit boek veel aandacht is over de definitie van een platform, waar het in mijn ogen vaak zou moeten starten als je die context geeft en vragen beantwoordt. En de diversiteit aan platformen bespreekt.
Dus Martijn gaf net het voorbeeld Coolblue en bol.com. Nou, ik heb daar talloze vragen over gehad. Coolblue wordt altijd naast bol.com gezet en ik heb het niet altijd zo begrepen. Omdat het twee hele verschillende bedrijven zijn die ja, op een deel van een assortiment elektronica misschien wel gelijk zijn, maar heel anders in werking zijn. En tegenwoordig wordt bol.com ook vaak in het rijtje van Amazon genoemd of Facebook. Voor een buitenstaander klinkt het logisch, maar zelf vinden we het niet altijd zo logisch. Want een platform starten in Amerika of China of Europa of Nederland maakt hele grote verschillen. En dat is ook iets wat ik in mijn gesprekken met in ieder geval de overheid ook wel probeer te benadrukken. Dat die verschillen heel groot zijn. Dus dat is heel mooi dat dat terugkomt. En wat mij ook opviel is wat je zei. Ja, platform, ik zei het net al, een beetje een buzzwoord. Dus mensen denken nog wel eens het gaat voorbij of het is een hype. Nou, 21 jaar geleden werd bol.com opgericht. Toen nog als Europees bedrijf, dus in meerdere landen. En op een gegeven moment zeiden de oprichters van bol.com, weet je, dat internet, volgens mij is dat een hype. Dat gaat echt helemaal niks worden. We trekken de stekker eruit. En de toenmalige oprichters van bol.com in Nederland, die zeiden, nou ja, ik weet niet of het een hype is. Volgens mij zit er wat in, mogen wij verder. Nou ja, zo is bol.com uiteindelijk zelfstandig in Nederland verder gegaan. En ik denk dat dat ook met platformen nu aan de hand is. Dat er nog wel eens wordt genoemd van ja, platformen, nou ja, we moeten er iets mee. Misschien moeten wij ook een platform starten. Terwijl het volgens mij inmiddels een onderdeel is van de economie. En dat zegt ook wel dat de overheid daar nu zegt, er moet regel en wetgeving voor komen. Dus dat jij ook benadrukt van, we moeten het niet meer als iets individueels bekijken, als een project. Of... Daar gaat hij. Maar eigenlijk als onderdeel van de economie. En een nieuwe manier hoe we bedrijven opzetten of hoe we consumenten benaderen. Nou, ik noemde net al de overheid. Wat ik heel sterk in dit boek vind, is dat het voor, denk ik, een hele brede doelgroep is geschreven. Dus hopelijk journalisten met wie ik veel heb gesproken, dat het extra verdieping kan geven. Maar ook studenten die studie doen naar alle vormen van digitalisering. De overheid, maar ook mensen die een platform willen starten. En ja, ik moest een beetje denken net aan de voorbeelden die je gaf. Dat jarenlang zei iedereen, we moeten iets met social media, we moeten er iets mee. Terwijl vaak begin je bij welk probleem wil ik oplossen en wat is daar de oplossing voor, in plaats van dat iedereen maar een platform moet beginnen. Wat ik heel leuk vond om te lezen en waar mijn hart altijd een beetje harder van gaat kloppen is, jij noemde dat de ziekelijke focus op de klant. Nou, bol.com was 21 jaar geleden ook geen platform. Het was ook niet het doel om een platform te worden. Het is zo gelopen, omdat wij een ziekelijke focus op de klant hadden. Dus 21 jaar geleden zeiden we, we hebben technologie, we hebben een klantbehoefte, we hebben retail, maar volgens mij moet daar iets in beter kunnen. En werden wij een webwinkel. En op een gegeven moment definiëren we voor onszelf, wanneer heb je een goede webwinkel? In onze ogen als je een heel breed assortiment biedt, als je alles kan vinden wat je nodig hebt. Toen kwamen we er ook al heel snel achter. Ja, we kunnen 23 miljoen artikelen proberen op voorraad te krijgen. En de klanten vertellen dat wij alles van die 23 miljoen artikelen weten. Maar dat werkt niet. En toen zeiden we, nou ja, misschien moeten we de deur dan wel openzetten voor ondernemers die delen van wat wij bieden eigenlijk misschien wel beter weten. En zo werden wij ineens een platform. En zijn wij daar eigenlijk ook een beetje ingerold. En er wordt dan wel eens gezegd van ja, maar platformen bestonden al en bol.com kopieert dat. Ja, ik denk dat je heel veel niet opnieuw uitvindt. Maar in een markt die voor Nederland past, in ons geval ook voor België, moet je toch een eigen platform zien te ontwikkelen. Dus ik vind het goed dat er objectief ook wordt gekeken naar wat een platform biedt. Er wordt tegenwoordig kritisch gesproken over platformen, waarom het niet goed zou zijn. Nou, ik denk dat Martijn beide kanten goed laat zien in wat de oorsprong van een platform is, vanuit die ziekelijke focus op de klant, maar ook wel wat de uitdagingen zijn. En nou, je had een praktijkvoorbeeld over bol.com, dat jij je afvroeg, we waren ooit een echte webwinkel. Nou, de afgelopen weken, eigenlijk in tijd van corona, zie je dat er steeds meer ondernemers bij ons aangesloten zijn. En ineens zijn we voor dik meer dan 50% van de orders die via ons gaan via andere ondernemers. Ruim 30.000.
En dan krijg je ineens te maken met nog steeds die focus op die klant, want dat was kwaliteit. En dat is waarom mensen bij ons kopen, waarom ze ons vertrouwen. Nou, dat noemde hij ook als een van de voordelen van een platform vertrouwen. En dat brengt uitdaging met zich mee. En die zien wij iedere dag. En weten we die altijd direct op te lossen? Nee. Maar het is wel een hele mooie ontwikkeling van zo'n platform. En wij hebben intentie om 100% platform te zijn. Maar hoe blijven we dan heel dicht bij wat we ooit beloofd hebben aan die klant? En dat brengt mij het volgende deel. Wat ik ook leuk vond om te lezen is... jij noemde dat de kunst van goed leiderschap voor platformen. En dat komt een beetje voort uit wat ik net vertelde, is dat wij helemaal niet wisten dat we een platform werden. En ik werk 6 jaar bij bol.com en bij jonge bedrijven, bij digitale bedrijven wordt dat vaak gezien als, dat is eigenlijk misschien best wel lang. Misschien moet je gewoon op een gegeven moment moet je weggaan, want 6 jaar is voor een jong bedrijf lang. Maar waarom ik er 6 jaar werk is omdat ieder jaar anders is. Dat je 2 jaar later iets aan het doen bent wat je de 2 jaar daarvoor niet had bedacht. En dat vat voor mij heel erg samen wat leiderschap is. En waarom ik het superleuk vind om nog steeds bij bol.com te werken. Dus de continue drive naar ambitie. Eigenlijk niet weten hoe het gaat lopen, maar daar wel met vol vertrouwen in gaat. En de leiders die wij binnen bol.com hebben en die... mij daarin inspireren is vooral heel veel vrijheid krijgen en alles vanuit een hele positieve benadering bekijken. En dat maakt werken bij, ik kan nu zeggen, een platform heel leuk. En vandaag de dag in mijn rol waarin ik veel dus met overheden spreek, denk ik dat het vooral heel belangrijk is om ook te kijken naar, platformen ontwikkelen in zich. Dat heeft regel en wetgeving nodig. Maar de issues die daar vaak besproken worden, zijn issues die al heel lang bestaan. En dat is ook wel een van de dingen die mij vaak verbaasd hebben, dat digitalisering, webshops, platformen altijd als een oorzaak worden gezien van een maatschappelijk probleem. En jij gaf mij wel het inzicht in je boek van, je maakt het misschien veel inzichtelijker wat het probleem is. En daarom start het vaak bij een platform. Terwijl deze week in een gesprek wat ik ook met de overheid had, zei ik, maar wat is nou eigenlijk het probleem? Dus heel mooi hoe dat beschreven staat. En gelukkig is het allemaal geschreven op een manier die toegankelijk is. Dus theoretisch, maar ook wel gecombineerd met praktijkvoorbeelden, zodat je het wat beter kan begrijpen. Anekdotes, je persoonlijke ervaring, waarin je geprobeerd hebt natuurlijk zo objectief mogelijk te blijven, maar ook een paar mooie suggesties en aanbevelingen hebt gedaan, waarbij mensen hun gedachten erover kunnen laten gaan. En ik denk in ieder geval nu met 400 pagina's kennis soms wat minder aannames te doen. Dus dankjewel dat ik je boek mocht lezen. En ik wens je heel veel succes met het verspreiden ervan. En ik hoop in ieder geval bij bol.com dat we een hoop op de mat laten vallen vandaag. Veel succes. Dankjewel voor je mooie woorden. Ik denk ook wat ook belangrijk is om ook juist ook die dynamiek te hebben tussen eigenlijk de verschillende stakeholders die ook met elkaar ook in gesprek zijn. Want het probleem is heel vaak dat heel veel mensen vanuit hun eigen loopgraven, oorlog, bommetjes naar buiten aan het gooien zijn, zonder te kijken, goh, wie zijn die andere mensen? En zo heb ik net ook vorig jaar ook hier in Sysmeet een aantal sessies georganiseerd, waarbij juist alle partijen opeens bij elkaar in één ruimte zaten. En toen merkte je, toen op een gegeven moment een vakbond en een platform en een uitzendorganisatie en iemand vanuit de overheid, vanuit alle disciplines opeens met elkaar in de ogen keken. Dat ze opeens keken van, wacht even, maar jullie zijn ook gewoon leuke, slimme mensen die willen. En heel vaak is het in het debat vooral meer een stukje heen en weer roepen dan ook echt te kijken ten eerste waar gaat het over, op waardeniveau, niet op politiek agendaniveau. En vervolgens ook toch echt gewoon dat gesprek aan te gaan. Want eenzijdig gaat gewoon niet werken. Maar volgens mij is dat wel met meer in het leven. Dus dankjewel. Even kijken hoe we ook nu in de tijd even zitten. Even checken. Ja, ik ga gewoon even door naar het volgende deel. Ja, want straks komen vast nog wat vragen ook los. Dan gaan we naar het stukje, Samir, waar jij ook net ook omvroegen, overheid en platform. Ik heb heel erg lopen struggelen met de uitgever, Laurens, van überhaupt over de structuur van het boek. Ja, want het hele proces was ook redelijk lang. De uitgever is al 2 keer overgenomen in de tijd dat het boek is geschreven. En dat is echt letterlijk gebeurd. Dat was wel een interessante constatering.
Maar ook heel vaak, wat doe je wel en wat doe je niet in het boek? Wordt het niet te dik? Is het te dun? Nou, te dun is trouwens nooit echt het debat geweest, vooral over te veel. En ook een stuk over overheid. Ik heb heel erg getwijfeld van, moet een stuk erin? Moet het dan misschien wel een apart boek worden? Want 368 pagina's is best wel fors voor een managementboek. Maar uiteindelijk dacht ik, het moet er wel erin, want het hoort er gewoon zo erg bij. Dat kan je niet in een ander boekje erbij doen. Misschien is het commercieel wel slimmer, maar daar kies ik vaker niet voor. Dus daar gaan we, overheid en platformen. Het stuk overheid en platformen heb ik, zoals ik eerder zei, dat ook in de reactie van Samir ook eigenlijk in drie stukken opgedeeld. Ten eerste grip op platformen. Dat is eigenlijk van nu de meest discussie die het vaakst voorbij komt. Natuurlijk Airbnb in Amsterdam. Hoe zorg je ervoor dat een stad grip krijgt op platformen? Wat Uber, taxis in Amsterdam. Hoe zorg je ervoor dat je weet wie er in staat rijden en dat er niet te veel worden? En als er gedoe is, waar kan je terecht? Het tweede, hoe kunnen platformen bijdragen aan de doelstellingen van een overheid? En als laatste, hoe kun je ook uiteindelijk je overheid ook echt meer inrichten als een platform? Dat is eigenlijk natuurlijk de meer extreme, ver weg scenario. Ik denk, grip op platformen natuurlijk een aantal dingen geweest. Ik heb zelf, heb ik ook in een commissie van de gemeente Amsterdam gezeten, rondom Airbnb, verhuur. En ook heel erg geleerd eigenlijk hoe complex dat hele vraagstuk is. Want enerzijds kun je zeggen, Airbnb, geef je data. Maar dan is de vraag van, maar Amsterdam, wat kun je ermee? Dus heel vaak is ook die aansluiting bij de overheid is gewoon volledig afwezig. Ik vroeg bijvoorbeeld van, op zich kun je natuurlijk vanuit de overheid, je hebt natuurlijk het kadaster. En in het kadaster kun je inzien, welk huis van wie is. En op zich kun je natuurlijk makkelijk koppelen aan de profielen van Airbnb. En daarvoor zorgt dat alleen maar de eigenaren van bepaalde woningen het kunnen verhuren. Dus ik vroeg van, jongens, dat kadaster, heeft hij ook een soort van technische datakoppeling, een API zoals ze dat noemen? En toen keek hij me aan van, Martijn, dat misschien over 4 jaar als we hard doorwerken, maar nu in ieder geval niet. Nou, dat vond ik wel een hele, interessante, ook wel jammer, maar toch wel interessante kijkje achter de schermen, dat daar ook natuurlijk heel veel nog valt te halen. 13 juli, maandag, of 12 juli, zondag voor mij zelfs, gaat er ook bijvoorbeeld een nieuwe Europese verordening in, de Platform to Business verordening, die eigenlijk platformen met een bedrijf als aanbieder en een consument als klant ook verplicht om bepaalde transparantie te geven in hoe bijvoorbeeld de zoekresultaten worden weergegeven. En er was pas was er bijvoorbeeld een woordvoerder van Thuisbezorgd bij Kassa of Radar of bij zo'n programma. En die stond er redelijk met zijn bek vol tanden. Want die werd gevraagd van, leuk, maar die volgorde van welk restaurant past het beste bij jou, op basis waarvan wordt die vertoond? Nou, hij heeft op basis van relevantie. Maar hier hebben we een filmpje van restaurant-eigenaar X. Die heeft een shawarma-tent en die moet €4 betalen om bovenaan te staan. Dat doen we ook. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus deze verordening moet dat tegengaan. Ik ben wel benieuwd trouwens hoe ze het gaan handhaven. Dat is nog wel een dingetje, denk ik. Maar dat er iets langzaam maar zeker komt, dat is natuurlijk wel een goed iets. En laat ook vooral ook de dingen die wel gebeuren af en toe benadrukken. Want gewoon blind zeiken al wat niet gebeurt, is natuurlijk te makkelijk. Het gebeurt ook wel te vaak. Af en toe wel fijn, maar met mate. Er zijn een aantal opties, ook bijvoorbeeld voor de overheid. Je kunt kijken van, hoe kunnen we bijvoorbeeld bepaalde dingen digitaliseren door ook de kosten van de overheid te verlagen. Kijk, het probleem is natuurlijk, als je kijkt naar de samenleving, was natuurlijk eerst heel erg centraal georganiseerd. Je had een aantal hele grote bedrijven, hele grote vakbonden. En vervolgens was het heel makkelijk om als overheid die partijen aan te spreken om het maken van afspraken over bijvoorbeeld belasting, over lonen, over eigenlijk van alles. Maar de samenleving wordt natuurlijk steeds meer gefragmenteerd. Steeds meer ook zelfstandige ondernemers die ook hun ding overal aan het doen zijn. Waardoor het ook voor de overheid steeds lastiger wordt om dat te controleren. En ook om die bepaalde belastingtaken uit te voeren. Want normaal als je bijvoorbeeld één belastinginspecteur op één bedrijf zet, dat komt misschien uit vroeger. Maar nu één belastinginspecteur op één freelancer, dan heb je 1,2 miljoen ongeveer belastinginspecteurs nodig. Ook niet heel erg in balans. Dus kun je ook kijken, hoe kunnen we bijvoorbeeld bepaalde dingen ook via platformen laten verlopen? Bijvoorbeeld belasting innen via platformen. Bijvoorbeeld het ministerie van Financiën heeft onlangs een onderzoek afgerond waarin ze gaan kijken, kunnen we bijvoorbeeld loonbelasting, die mensen moeten betalen wanneer ze via een platform werken, automatisch via het platform laten innen? Daar komen natuurlijk heel veel haken en ogen en waarschijnlijk duurt het ongeveer 5 jaar voordat er misschien iets uitkomt. Maar er wordt wel over nagedacht. En bijvoorbeeld de regering in Estland, en dat is eigenlijk een beetje het meest digitale land ter wereld, die weten gewoon wat een
ja, belastingtransactiekost voor de overheid aan kostprijs. En die wordt alleen maar lager door digitalisering. Dus daar liggen ook heel erg veel kansen ook voor een overheid. Maar ook voor het handhaven. Kijk, heel vaak, hè, zoals ik ook net zei, is de discussie vaak van de eerlijk ideale wereld versus de platformwereld. Maar ja, ik zou het zeggen, de wereld buiten is niet ideaal en eerlijk, by far. En trouwens de platformwereld ook niet. Maar juist is het wel natuurlijk heel leuk om te kijken, hoe kun je bijvoorbeeld die platformen die een soort van centrale rol spelen tussen heel erg veel kleine spelers, inzetten op bijvoorbeeld een stukje handhaving. Dat is ook een aantal vraagstukken daaromheen. Een andere voorbeeld, eentje die ik ben tegengekomen tijdens mijn reis via jou was dat toen, Vincent, was Jeugd op 1-op-1. Dat was een platform die eigenlijk jeugdhulpverleners met jeugdhulpbehoevenden met elkaar verbond. Iedereen was er heel tevreden over. Want waarom? De match werd en sneller gemaakt en het was een veel betere verbinding. Waarom? Het ging om mensen die elkaar uitkozen in plaats van iemand die in een systeem gewoon willekeurig mensen met elkaar verbindt. Het enige probleem was wat het platform was, maar normaal wordt zo'n proces, bevindt zich binnen een heel gemeenteapparaat. Dan heb je wijkteams die dat allemaal doen en zo. En vervolgens qua uitbesteding, om het financieel goed te maken, moet het worden aanbesteed. Allemaal heel erg ingewikkeld. Oftewel, iedereen was tevreden over het resultaat, maar uiteindelijk is het niet gelukt het platform om ook binnen de hele kolos van de overheid zich ook een plekje te veroveren en is het platform nu gestopt. Dus dat is ook de uitdaging. Hoe ga je dat soort initiatieven ook borgen binnen de huidige processen? Nou, je ziet ook heel vaak het probleem dat bij heel veel overheidsinstanties, zeker gemeenten, vooral heel vaak meer inkoopmensen zitten. Die weten hoe ze moeten inkopen, maar niet hoe ze uiteindelijk echt hoe die business in elkaar zit. Daar is ook een verandering nodig van mensen die daar zitten en kennis. Wat ook Estland die ik het noemde. Ik ben er in totaal iets van 5 keer geweest tijdens mijn 8 jaar onderzoek. Estland runt eigenlijk zijn land als een platform. En het mooie daarvan is dat ze eigenlijk als overheid zeggen, wij faciliteren. Op een gegeven moment ze ook zeiden van, want toen was ook voor de vraag van, maar ga je dan ook zelf bijvoorbeeld een taxiplatform bouwen? En toen was een antwoord van, wij zullen als overheid zullen altijd 10 keer sneller zijn dan welke overheid ook ter wereld. Altijd 10 keer langzamer dan welke start-up ook ter wereld. Dat gaat niet veranderen. Misschien wordt het 11-9, maar nooit gelijk. Oftewel, wij gaan juist al die startups allemaal faciliteren met onze datasystemen. Om eigenlijk daarin een soort van faciliterende rol te spelen als overheid. En anderen de kans te geven om mooie dingen te gaan bouwen. En dat vond ik ook een hele mooie antwoord ook op die vraag. Ook een van hun succesdingen is ook dat ze uiteindelijk ook gewoon heel erg vanuit de top het voorbeeld hebben genomen. Oftewel, er was op een gegeven moment een president die volgens die mensen daar een soort van politieke zelfmoordneiging had. Want hij ging het doen en hij wist van dit kan of mijn kop kosten of het wordt een succes. Maar ik ga het gewoon proberen. Die heeft dan ook gelijk in de raadzaal al het papier eruit gegooid en zijn ook zelf alles digitaal gaan doen. Dus ook als top van het land zijn ze direct dus bezig geweest om dus ook het goede voorbeeld te geven. Maar ook om ze ook zelf gewend te raken aan hoe werkt het eigenlijk? Want als er één ding natuurlijk is met innovatie en digitaal, is dat je aan het begin heel veel aannames hebt. En in het algemeen komt misschien één van de 10 dingen wel uit, als je het vervolgens ook in de praktijk gaat voeren. Dus juist in ieder geval ook het zelf doen en ervaren, dat is ook wel voor dat soort partijen heel erg belangrijk geweest. En heel vaak zie je nu, op een gegeven moment was Estland ook een tijdje voorzitter van de Europese Commissie of zoiets. En gingen allemaal delegaties naar Tallinn om allemaal daar geïnspireerd te worden. En iedereen, dat moeten we ook doen binnen een jaar. Terwijl Estland is al meer dan 10 jaar bezig. Dus uiteindelijk kun je wel zeggen, we hebben de ambitie om in één keer een digitale overheid te worden. Maar dat moet je niet binnen een jaar voor elkaar proberen te krijgen. Dat gaat niet werken. Dat is gewoon iets van wat gewoon 10, 15, 20 jaar gewoon tijd nodig heeft. En ze hebben ook dat soort dingen ook heel erg geborgd. Dat niet de politieke agenda die koers bepaalt van hun digitale strategie. Want anders heb je natuurlijk de politie die opeens iets belangrijk vinden. En dan opeens net zeggen, we moeten dit gaan doen. Dat gaat natuurlijk niet werken. Een aantal belangrijke overwegingen denk ik ook voor overheid. Zoals ik ook aangaf met het Airbnb voorbeeld, ook de overheid moet digitaal innoveren om te kunnen aansluiten bij de platformen. Want de overheid die heeft bijvoorbeeld ook heel veel data. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook bepaalde checksystemen oprichten. Maar daar moeten ze ook zelf ook flink aan de bak. Dus niet alleen maar naar buiten kijken van jullie moeten veranderen en wij blijven stilstaan. Dat werkt gewoon niet. Kun je proberen, maar dat gaat niet werken. Ik denk erkennen dat de platformeconomie geen aparte planeet is.
Ja, want heel vaak merk je ook wel in het begin met platformen dat het werd natuurlijk heel erg als innovatief gezien en disruptive en alles daaromheen. En er waren heel veel beleidsmakers heel erg naïef, want ze dachten van ja, maar die platformen, ja, die gaat zichzelf reguleren. Normaal de markt en zo doet dat niet, maar platformen, dat is een andere categorie, die gaan het zelf doen. Nou, nu weten we natuurlijk dat dat ook een naïeve utopie was. Maar ja, dat wisten ze nu ook. Dus uiteindelijk is het ook onderdeel van het hele systeem. Ik ga gewoon nog een stapje dichterbij. Nog 1,5 meter rand. Ja, kijk. Ja, natuurlijk ook, hè, wat Marlijn ook aangaf, heel veel platformdiscussies zijn ook niet exclusief voor platformen. Er is voldoende heel veel discussies over freelancers en platformen. Maar uiteindelijk is natuurlijk het grote probleem natuurlijk überhaupt gewoon de arbeidsmarkt die gewoon opnieuw moet worden ingericht. En dat is natuurlijk een veel lastiger opdracht dan een rechtszaak voeren tegen een platform. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk wel in de praktijk. En daardoor worden ook heel vaak echt meer de onderliggende vragen en problemen gewoon genegeerd. Wat natuurlijk heel erg makkelijk is, want namelijk moeilijke dingen aanpakken is namelijk heel moeilijk. En dat vinden mensen vaak lastig. Dus dan maar de quick wins. En uiteindelijk ook, denk ik, een hele belangrijke, ook wat ik ook heel erg ook in mijn boek naar beleidsmakers heb proberen mee te geven, is uiteindelijk hetgene wat er gebeurt, is het gevolg van de keuze die we maken. En dat klinkt ook heel erg een beetje Johan Cruijff misschien. Maar uiteindelijk, ook de ontwikkeling van online platformen is geen constante waar we niks aan kunnen doen. Het is uiteindelijk het gevolg van de keuze die we maken. Maar uiteindelijk, als je keuzes wil maken, moet je ook gewoon goed investeren in kennis en onderzoek. Om ook te weten waar je over praat. Want anders heb je net ook geen gelijk speelveld in een debat. En dat daar mag wat in worden geïnvesteerd, wat mij betreft. Ik was 2 weken geleden bij BNR. Een uur bij de technoloog in de podcast-uitzending. En meestal bereid ik zo'n interview voor door wat na te gaan denken van, goh, wat voor vragen zullen ze gaan stellen. En meestal kan ik daar redelijk goed in gokken. Maar op een gegeven moment kreeg ik 1 vraag van Martijn, maar wat nu als jij nou de baas zou zijn? Ik zei, ja, dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk, er kwam in ieder geval achteraf gezien, in ieder geval ook toen ik aan het praten was, dacht ik van, ja, dit is eigenlijk niet echt een zinnig antwoord. Dus ik zei, nou, daar ga ik eens over nadenken voor de volgende klas vragen. Dan kan ik in ieder geval een wensenlijstje opnoemen. Dus die heb ik gemaakt. Nou, ik denk de eerste, richting politiek, dat digitalisering en platformisering echt gewoon op de agenda moet. Het is nu heel vaak per toeval binnen het interessegebied van individuele politici, maar niet op de bredere politieke agenda. Nou, lijkt me een goed idee als dat wel een keer het geval wordt. Vervolgens ook investeren in onderzoek en kennis, maar ook horizontaal borgen in de organisatie. Want nu zie je heel vaak dat bijvoorbeeld de Belastingdienst onderzoek doet en bijvoorbeeld sociale zaken, de ACM rondom mededingingsrecht, maar niemand weet van elkaar waar ze mee bezig zijn. Het zijn allemaal silootjes. En nergens is dat horizontaal geborgd. Nou, lijkt me een goed idee om dat wel een keer te gaan doen. Want anders is misschien de ene met iets bezig wat eigenlijk haak zet op hetgeen wat de ander doet. En dat lijkt me niet heel erg bevorderlijk voor succes. Ook heel goed bepalen, jongens, ja, maar welke infrastructuur moet nou uiteindelijk ook misschien wenselijk zijn om meer collectief of publiek te zijn georganiseerd. En dus zeker, hè, zoals ik net ook aangaf bij corona. Ja, opeens bleek dat we heel erg afhankelijk waren van allemaal externe partijen voor een aantal vitale onderdelen in onze samenleving. En we hebben als samenleving wel nagedacht over van, goh, als we een weg moeten aanleggen, een snelweg, dan moeten we dat samen gezamenlijk gaan organiseren en onderhouden en zo. Dus in het offline domein hebben we het allemaal goed geregeld. Of in ieder geval voor zover ik weet. Want zoveel weet ik daar natuurlijk niet van. Maar in het hele online digitale domein is dat niet geregeld. Dus ik denk goed om een keer na te denken, ja, wat zijn uiteindelijk ook bepaalde onderdelen van cruciale publieke infrastructuur die we ook gewoon collectief moeten organiseren. Niet dat de overheid dat zelf moet gaan bouwen, maar er wel een bepaalde invloed en eigenaarschap in moet hebben. Inderdaad ook de aandacht voor rol in educatie. Zelfs bijvoorbeeld educatie in alternatieve eigenaarschapsmodellen. Want het hele onderwijs is nu redelijk vanuit een bepaalde economische leer ingericht. En dat is heel erg inspirerend. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk meer smaken. Ik denk dat we daar ook gewoon wat breder naar moeten gaan kijken. Want uiteindelijk, zoals ik eerder ook zei, je kunt niet van een ondernemer verwachten dat hij gaat voor een steward ownership model als hij er nooit van heeft gehoord. Dus educatie is daar een hele, hele belangrijke in. Misschien een keer visie ontwikkelen. Wat willen we wel en wat willen we niet? Want heel vaak zie je ook met technologie dat er heel vaak vanuit een soort van techno-optimistische bril wordt gekeken. Van het kan, dus we moeten het. Terwijl we eigenlijk steeds vaker erachter komen van het kan, maar het is niet echt zoals we het willen. Misschien moeten we het maar niet.
En daar zie je bijvoorbeeld de discussie over kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning. Dat we opeens zien van ja, we hebben iets opgericht om dat dan te automatiseren. Maar eigenlijk wordt het doel niet bereikt. Oftewel door eigenlijk juist dingen gebeuren die wij als samenleving helemaal niet willen. Oftewel uitsluiting en discriminatie. Nou, misschien moeten we dan maar zeggen, oké, dan trek ik gewoon de stekker eruit. Gaan we verder ontwikkelen en misschien kom ik er terug. Maar nu even niet. Nou, dan nu even niet lijkt me een hele mooie. Maar is er ook vaak natuurlijk niet heel erg sexy te verkopen boodschap. Want ja, nu even niet klinkt vaak als falen. Terwijl je beter nu even niet kunt doen, dan uiteindelijk heel veel mensen benadelen in het een en ander. En ik denk ook überhaupt de manier waarop we gewoon kijken naar waarde als samenleving. Een keer goed gesprek over hebben. Heel simpel, als ik nu mijn iPhone op de grond gooi, dan creëer ik eigenlijk economische groei. Nou, dat lijkt me niet echt de beste oplossing. Ik denk ook dat er juist ook vanuit bijvoorbeeld belastingbod heel veel kan worden aangepast om juist ook niet meer duurzame en circulaire modellen ook te kunnen supporten. Zijn er wat vragen over het stukje overheid en platformen? Remco, achterin. Anders loop je even een stukje naar voren toe. Dan geef ik je op 1,5 meter, reik ik je de microfoon aan. Doet hij het? Ja. Dankjewel Martijn, een interessant verhaal. Ik hoor dingen voorbij komen zoals het gaat snel en het is innovatief. Ik denk dat we ook allemaal wel begrijpen dat een heleboel van die platformen heel handig zijn voor mensen. Disruptief heb je ook genoemd, hè, dat sommige disruptief kunnen zijn. Nou, daar kun je natuurlijk ook over discussiëren, want ja, de bakker op de hoek kan ook niet concurreren met een grote nieuwe broodfabriek als hij niet innovatief is. Dus dat is van alle tijden. Waar ik mezelf soms een beetje zorgen over maak, en dat is een beetje een dystopisch beeld, is dat wij als consument, maar ook de overheid, eigenlijk niet goed inzicht heeft in algoritmes van dat soort bedrijven. Kijk nu maar naar de Belastingdienst, is misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar dat er allerlei dingen gebeuren, computers as no. En dat je eigenlijk als consument niet meer zo goed weet wat je moet doen. Dus dat je eigenlijk niet meer naar iemand toe kunt stappen van help mij, maar dat je dus verstrikt raakt in een netwerk. En dat eigenlijk niemand is die me goed kan controleren van wat gebeurt er nu. Wat is jouw visie daarop? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, dankjewel. interessante vraag. Ik denk, kijk, het lastige in het debat is, want jij zegt van, goh, met die algoritmes weet je niet meer hoe het werkt. De tegenwijze is eigenlijk van, maar wist je het daarvoor wel? Want daarvoor waren die processen ook compleet ondoorzichtig en had je geen idee wat er allemaal speelde. Dus dat is ook het lastige, dat überhaupt natuurlijk gewoon een samenleving gewoon zo intransparant als de pest is. En ook zo biased is. Oftewel, mensen maken in ieder geval met de beste bedoelingen keuzes die misschien niet de juiste waren, maar wel met de beste intentie zijn genomen. Dus het lastige is heel vaak, op een gegeven moment had ik een workshop georganiseerd over de algoritme-accountants. De accountant is natuurlijk van oorsprong bedoeld om, hoewel af en toe de reputatie wat minder is, maar bedoeld om uiteindelijk te controleren of het allemaal wel klopt binnen een organisatie. Moet je niet een soort van accountant hebben die als een soort van vertrouwde derde partij die algoritmes controleert op bepaalde variabelen. Nou, dat was een wijs mooi gesprek. Dus, bijvoorbeeld KPMG is daar ook al serieus al mee bezig bij klanten van hun. Ook omdat ze afhankelijk zijn van continuïteit van het algoritme. Want ja, want als jouw bedrijf draait op een algoritme en opeens loopt het in soep, dan heb je een probleem. Dus ze hebben ook gewoon belang om ook te weten hoe het werkt. En ook zelf ook dat te controleren. En toen was ook de discussie van, goh, moeten we platformen verplichten om een algoritme-accountant aan te stellen? Want dan weten we dat allemaal klopt. En ja, de vakbond zei, ja, dat moeten we doen. De platformen zeiden, ja, maar ja, die vraag krijgen we eigenlijk nooit van hoe werkt het algoritme. En degene vanuit de regeldrukcommissie zei van, ja, maar dan ga je eigenlijk een digitale bemiddelaar eigenlijk een hogere regeldruk opleggen ten opzichte van een niet-digitale bemiddelaar of zo een uitzendbureau. Want daar vindt ook die bias in plaats. Dus het lastige is dat de samenleving sowieso natuurlijk heel erg ontransparant is als het maar zijn kan. Maar dat er wel natuurlijk nu met de digitale processen wel een kans is om bepaalde dingen inzichtelijk te maken. Dus eigenlijk zou je daar een stap vooruit in kunnen doen. Waar je eigenlijk wel de balans moet maken van, is het proportioneel? Of doen we het alleen maar omdat het kan? Of draagt het ook uiteindelijk ook echt bij aan een beter eindresultaat? En wat je ook aangaf over de woorden disruptief en innovatie en snel. Ik denk sowieso, verandering gaat natuurlijk nooit snel.
We willen wel snel, maar we gaan niet snel. En dat is me goed ook, denk ik. Die disruptie is denk ik vooral in het begin heel erg gebruikt, maar nu al een beetje uit de mode. Want ja, disruptief, zoals bijvoorbeeld Facebook was, move fast and break things. Nou, dus weten we ook dat dat ook niet de beste maatschappelijke keuze is geweest. Trouwens nog steeds niet met Facebook, met een ander verhaal. En ja, die innovatie inderdaad is inderdaad heel vaak de vraag, ja, wat is er nieuw? Want ook in de discussies over wat goed en slecht is, of wat je wel of niet iets mee moet, is vaak de vraag, ja, wat is nieuw, ook heel erg belangrijk. Want heel vaak bijvoorbeeld de diensten die bijvoorbeeld via platformen worden verkocht, zijn niet nieuw. Thuis schoonmaak, taxi, retail, ja, dat hebben we natuurlijk al heel erg lang. Dus heel vaak is het ook wel belangrijk om juist te kijken, ja, wat nu uiteindelijk echt de specifieke rol van zo'n platform in zo'n proces wat nieuw is. En wat is daar potentieel negatief in? En wat is er potentieel positief in? Dus, maar het is niet eenvoudig. Maar zo vaak met dingen in het leven, toch? Nog een vraag, Lucijn? Dankjewel, Martijn, voor de voordracht. Mijn vraag, heel even teruggaan op mijn voorganger. Ik denk dat als het gaat om het algoritme, het gaat in feite niet om het algoritme, want die worden geprogrammeerd door onszelf of door de bedrijven. Het gaat eigenlijk om de data die verzameld worden over ons allemaal en wat er daarmee gedaan wordt. En dat is eigenlijk het grote probleem, of het echt een Amazon.com of Bol.com of wie dan ook. Daar maak ik me zorgen. Het gaat om, wat doet men met de gegevens en ook de relatie tot privacy. We hebben de AVG uiteraard, maar als je echt wilt gaan bestellen, dan ga je akkoord met de gegevens. Ik wilde onlangs een tafel bestellen bij een restaurant bij ons in de dorp. En toen ging ik kijken naar de privacyregels die ik moest accepteren. En daarin staat dat ze recht hebben om onze gegevens, het IP-adres enzovoort, te bewaren 2 jaar. Terwijl ik gewoon wel gezellig uit eten met een familie. Dus dat is. Mijn vraag is eigenlijk: ik weet niet of die valt binnen de regelgeving en de overheid. Het gaat met name om de keerzijde van het geheel. Als we kijken naar de macht van bepaalde platforms, bijvoorbeeld Uber of Amazon of andere voorbeelden, ze staan boven menige regeringen en overheden. Het betekent dat het invloed op hen is niet te makkelijk. Als voorbeeld noem ik, even kijken, bijvoorbeeld bezorgd.com, booking.com, booking.com, maar ook andere. Ze hebben impact op ook de klanten. En als ik neem thuisbezorgd.com, ze zijn intermediair tussen klant en restaurants, maar ze vragen steeds meer, een groter percentage van de restaurants. Dat is iets waarop we moeten ook letten. Het heeft dus echt impact op ons allemaal. En de vraag is, hoe gaan wij hiermee om? En wat zijn de mogelijkheden om dat te kunnen beïnvloeden? Dankjewel. Het was van niet één vraag, maar er waren net een aantal vragen in één vraag samengesteld. Data... is inderdaad iemand nu kijk, we hebben net de AVG, maar alsnog, de handhaving erop is natuurlijk beperkt, ook de capaciteit. Daarnaast ja, moet er, eigenlijk vind ik, veel meer gekeken worden naar hoe kun je de data meer bij het individu borgen, en die vervolgens toestemming geeft aan andere partijen om daar gebruik van te maken. Wat ik wel mooi vond, was bijvoorbeeld in Estland, die zeiden van, goh, als jij bijvoorbeeld in Tallinn woont, de hoofdstad, en je gaat buiten Tallinn met de bus, dan mag je gratis met de bus. Maar ja, je hebt dan zo'n ID-kaart. En het enige wat die buschauffeur moet weten is, woon jij in Tallinn, ja of nee? Dus die wil geen adres weten, maar alleen maar een antwoord op een vraag. En zo is dat ingericht. Dus ik denk dat we ook heel anders moeten gaan kijken naar hoe we dat soort datastromen inrichten. Het voor de UBA, natuurlijk, als het op één plek staat, is dat het niet dat het ook makkelijk te onderhouden is. Want nu gaat het van database naar database, en volgens staat die data op 1000 verschillende plekken. En volgens verhuis je. En dan is misschien met 3 plekken wordt het aangepast en bij de rest niet. Ik denk dat ook gewoon veel meer, als je kijkt naar die algemene voorwaarden, zie ik inderdaad dat heel veel platformen, ik heb nu een flink aantal algemene voorwaarden van arbeidsplatformen heb ik nu even doorgescand. Ik ben verder geen jurist, maar met een beetje common sense kom je ook al ver.
En daar zie je dat die platformen heel vaak bepaalde verantwoordelijkheden denken af te schuiven als het maar in de algemene voorwaarden opnemen. Maar niet beseffen dat ze uiteindelijk ook gewoon vanuit juridisch gewoon bepaalde plichten hebben. En je kunt wel zeggen in je algemene voorwaarden van, goh, maar dat is niet op onze toepassing. Maar ja, de rechter zal daar natuurlijk anders over oordelen. Maar het is zeker iets wat de komende jaren nog heel veel aandacht moet krijgen. Inderdaad, ook die machtsconcentratie. Ik denk het grootste ding waar ik me af en zorgen over maak is de hoeveelheid geld. Bijvoorbeeld een Apple of een Amazon, die hebben natuurlijk meer dan 100 miljard dollar op de bank staan. Ergens op de Cayman-eilanden. Waardoor ze eigenlijk kunnen doen wat ze willen. En dat geeft ook weer dat ze ook, zeker wat een Uber in het begin, ook zwaar verliesgevend markten in konden gaan. Om onder de kostprijs hun spullen te verkopen. Om daarmee eigenlijk de concurrentie de kiem te smoren. En natuurlijk geen enkele kruidenier om de hoek kan op tegen een partij die doelbewust geld verbrandt om een marktaandeel te verkrijgen. Ik denk dat er wel al een aantal ontwikkelingen zijn die wel in ieder geval daarin de positieve kant opgaan. Maar het is zeker nog iets wat nog heel veel aandacht nodig heeft. En zoals in mijn volgende stuk ga ik ook nog even in op een stukje marktmacht. En eigenlijk dat die macht ook uiteindelijk misschien minder sterk is dan je zelf zou denken. Maar het ook heel vaak makkelijk is, zeker ook vanuit politiek, om te zeggen van, goh, zij zijn machtig. Zonder na te denken over, maar hoe kan je daar ook misschien een soort bepaalde tegenmacht in creëren. Want mijn beleving is heel vaak, alles kan stuk. Dus uiteindelijk kun je ook nadenken, hoe kun je ook daar een betere balans in maken. Nou, dan geef ik nu het woord aan Hans. Want jij, Hans, wij kennen elkaar al flink wat jaar. Ik kreeg van Sebastian hele mooie doekjes. Wat ga je daarmee doen? Ja, ik maak gewoon microfoons schoon. Oh, microfoon. Ja, ik geef hem aan jou. Ik zou lekker praten. Nee, we kennen elkaar flink wat jaar. Op een gegeven moment elkaar overal nergens tegengekomen. Op een gegeven moment besloten om ook samen ook meer te gaan kijken ook naar leiderschap binnen organisaties. We zijn samen in het één keer ook naar het WeShare Fest in Parijs geweest, wat erg gezellig was. Dus we hebben ook samen ook een stukje ook over leiderschap ook in het boek ook geschreven. Dus daar heb je ook een mooie bijdrage ook in het boek aan geleverd. En ik heb jou ook gevraagd om ook een stukje reflectie te geven. Dus ik geef je nu de coronavrije microfoon. Fantastisch. Hey, wat ontzettend leuk trouwens weer om een aantal mensen te zien. Na maanden zoomen en teamen en weet ik veel het allemaal. Het is een van de eerste keren dat ik weer in een zaal zit met mensen. En dat is leuk. Dus wel een paar dingen zijn er veranderd, denk ik. Er wordt niet gekucht. Vroeger werd er altijd gekucht en gehoest en geniesd met een soort taboe op kuchen. Dat is dan waarschijnlijk ook het nieuwe normaal. Maar dat is heel interessant. En het tweede wat ik leuk vond, toen ik die tekening zag ik iedere keer voorbij komen. Of die cover van jouw boek, Martijn. Ik dacht, dat is eigenlijk al een voorbode geweest op die 1,5 meter samenleving. Die poppetjes zitten allemaal vrij ver uit elkaar. Maar goed. In jouw eigen woorden, gefeliciteerd met je boek. Je hebt een tof boek geschreven. Dat is echt, het is wat dat betreft, is echt een kloek en mooi boek geworden. En ik vind het heel fijn om hier iets te mogen zeggen. Want ja, ik werk niet bij een platform. Ik heb ook geen platform. Ik ben gewoon een ZZP'er. Dus wat dat betreft, ik zit niet direct in de doelgroep. Ik heb met veel interesse gelezen. En vanuit de achtergrond, en daar zal ik ook een paar dingetjes over vertellen. Mijn achtergrond is gedrags- en cultuurverandering. En er is net heel veel verteld over kennis. En natuurlijk, zo'n boek staat vol met kennis en de noodzaak tot kennis. Maar mensen moeten wel beseffen dat de meeste veranderingen, die stuiten niet op een gebrek aan kennis, maar gewoon omdat ons gedrag niet meewerkt. Dat is vrij hardnekkig, dat gedrag. Zelfs met de dood voor ogen. Er is aardig wat onderzoek gedaan naar mensen met hartkwalen die het nog net overleefd hebben. Dan komt de behandelend geneesheer, die gaat met ze praten en die zegt, joh, om dat voortaan te voorkomen moet je 3 tuttige dingen in je leven moet je veranderen. Kleine dingetjes eigenlijk. Dus een beetje minder drinken, een beetje meer bewegen, een beetje meer slapen, dat soort dingetjes. Nou, ja. En al die mensen zeggen dan tegen de dokter, ja dokter, dat gaan we doen. Er is niemand die zegt, dokter, laat me doodgaan of zo. Dit is uitgesloten. Dus ze zeggen allemaal, gaan we doen. Hoeveel mensen denkt u dat 6 maanden volhoudt? Dat doen we even een gok. 10, 5, ja, nou, 15%. 15%, ja, maar dat is schrikbarend, hè? Zeker, dat gedrag werkt niet mee. Er is ook nog een positieve kant aan dit verhaal. Want ze zeggen, goh, wat gaat hij van de loon nou zitten vertellen? Allemaal voor negativiteit. Als je weet hoe het werkt, dan heb je bijna goud in handen. En daar is ook nog een reeks experimenten gedaan door een Amerikaanse professor aan de universiteit. Die heeft een opdracht bedacht die professionals in 1 dag zouden kunnen maken.
En vervolgens heeft hij die opdracht aan allerlei verschillende professionals gegeven. En die waren professionals, die hadden allemaal dezelfde opleiding, dezelfde werkervaring. En ze werkten in dezelfde omgeving. Dus er zat geen verschil ertussen. En inderdaad, de snelste professionals leverden die opdracht in 1 dag in. En goed, hoe lang denkt u dat de langzaamste erover deden? Dus totaal vergelijkbare professionals. En moet u eens even aan uw eigen collega denken op uw werk of zoiets dergelijks. En denkt, nou, ik doe dat 1 dag. Hoe lang zou die andere erover doen? Enig idee? Roept u maar wat. 2 maanden. 2 maanden? Oh, u hebt echt geloof in de mensheid. Nou, zo erg is het niet. Het was een factor 10, was het. Het was een factor 10. Maar hetzelfde hebben ze ook nog gedaan met teams. En vervolgens hebben ze gekeken, hoe lang is dat dan? En wat denkt u dan? Is dan het verschil dan groter als het om teams gaat of wordt het juist kleiner? Kleiner. Daar zegt iemand kleiner. Waarom kleiner? Ja, omdat je elkaar gemotiveerd en kunt samenwerken. Oké, je kunt samenwerken. En daarmee hoor ik veel groter. Het niet eens kunnen worden. Nou, helaas hebt u gelijk. Het is een factor 40. Dat is gigantisch, hè? Factor 40. Waarbij ik moet zeggen dat als de slimmeriken zeggen, nou, op dat moment, nou, dan werken we dus nooit meer van ons leven in teams. Maar de snelste teams, die deden er geen dag over, maar deden het binnen een uur. Dus wat dat betreft werkt naar de twee kanten. Maar factor 40, dat is gigantisch. Mensen, puur gedrag. Komt geen platform, geen technologie, komt geen kennis aan te pas. Zit gewoon puur in onszelf. Maar goed, dat was eventjes als korte inleiding. Voordat ik op het boek inga, wil ik toch nog ook iets zeggen over Martijn van het boek. Heeft zoveel facetten en dat is eigenlijk een weerspiegeling van jouw karakter ook. Want ja, je ken je al een tijdje inderdaad. Ik heb je ook nog in die Volkswagenbus zien rondjakkeren. Daarna met grote koffers. Altijd bepakt met videoapparatuur de hele wereld over. We zijn elkaar overal wel eens ergens in de wereld tegengekomen. Dus vond ik dat heel, heel mooi. Later ook als expert, als wetenschappelijk onderzoeker ben je zelfs nog geweest. Als expert aangeschoven in volgens mij doodsaaie vergaderingen van de Europese Commissie in Brussel. Tenminste, ja, wat je me ervan vertelde, dacht ik, nou, daar moet ik me gauw mee ophouden. Ondernemer ook nog wat dat betreft. Dus al die verschillende facetten, je bent eigenlijk een platform on his own. Weet je, dat is een beetje dat. En dat zie je ook in dat boek terug. Nou, je had het net over het feit dat wij dingen samen deden. We zijn ooit begonnen een boek te schrijven. Dat gaat er ooit komen, maar ik ben vast van plan om die 8 jaar die je hebt, om dat record te verbreken, weet je. Dus de uitgever, nou, die is er niet, dus dat kan ik rustig hier zeggen. Die zal er niet zo blij mee zijn. Maar nu naar het boek. Dat verschijnt helemaal op het juiste moment. Ik denk dat er op dit moment echt de tijd er rijp voor is. Er meer kennis komt over platforms. Die platforms worden ook meer gevonden, ze worden meer gewaardeerd, ze worden ook meer bekritiseerd. Dus er is van alles om te doen en het zijn eigenlijk ook de gebruikelijke of de beste manieren om markttransacties en communicatie te organiseren. Dus wat dat betreft zijn ze eigenlijk heel vanzelfsprekend. Jij behandelt allerlei facetten in je boek en Marjolein heeft het er net al aangegeven. Het gaat van de financiering tot de strategie, tot het beleid, tot het werken van de platforms, hoe zitten ze in elkaar, hoe moeten we er tegenaan kijken. Dus al die dingen die passeren de revue in sneltreinvaart. En wat ik zo knap vind aan jouw boek, is dat jij een scherp oog hebt voor het paradoxale karakter van die platforms. Want die digitale platforms, dat zijn eigenlijk hele paradoxale mechanismen. In een wereld die in toenemende mate vloeibaar is geworden, een wereld die aan het golven en aan het stromen is en weet ik veel wat, er gebeurt van alles, daar beweegt ook van alles, zijn die platforms, dat zijn eigenlijk ja, stabiele elementen zijn dat geworden. Het zijn iconen van stabiliteit. En dat is natuurlijk wel interessant. En dan niet in de zin van het oorspronkelijke Franse woord plateformen, waar het platform vandaan komt, hè, wat gewoon eigenlijk een verhoging betekent, waar ik nu op sta. Maar dat kan ook een plateau zijn, dat is de oorspronkelijke betekenis. Maar meer in de vorm van ja, een soort gigantische containerschepen. Weet je, die wat dat betreft, die voortdurend iedere keer nieuwe containers, nieuwe modules erop laden, maar er van tijd tot tijd ook af laten donderen. Maar in ieder geval een soort bakens van stabiliteit in een woelige wereld en een golvende wereld. En dat paradoxale karakter, dat pak jij eigenlijk zo mooi bij de horens in jouw boek. Door steeds te laten zien dat er verschillende kanten zijn die ja, ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn en die je dan eventueel ook wel op de een of andere manier zou kunnen verzoenen. Zoals er zijn het centrale en het decentrale karakter wat je oproept met dit soort platform. Maar ook de groeiende macht van
consumenten en aan de andere kant de enorme almacht van sommige van dit soort platforms. Nou, daar leg je iedere keer de hand op. De roep om vrijheid, of de belichaming van vrijheid die deze platforms beloven althans. En aan de andere kant de gigantische roep om regulering die we hier vanmiddag ook weer horen. De aandacht voor medewerkers en de aandacht voor cultuur die je bij dit soort platforms hebt. Dat is een van de interessante dingen. In 2014, ik heb je wel eens verteld, kwam ik voor het eerst aan bij Airbnb en had daar een interview. En ik had me heel goed geprepareerd op allemaal technologische vragen. Ik dacht, ja, ik wist er allemaal niks van. Maar ik dacht, nou, ik moet toch een beetje op hetzelfde level zijn met die lui. En dus ik ging technologische vragen stellen. Maar die lui keken mij verbaasd aan en die waren bijzonder geïrriteerd. Van na 5 minuten zeiden ze, het gaat helemaal niet om technologie. We zijn helemaal geen technologiebedrijf. Wij zijn een cultuurbedrijf. Bij ons gaat het om medewerkers, om cultuur. En dat was interessant om dat te horen. Toen werd het gesprek ineens ook heel interessant. Maar de ene kant die nadruk op medewerkers en op cultuur. En de andere kant eigenlijk de verslonzing van ja, ook weer laag gekwalificeerde medewerkers in fulfillment centra, weet ik wat allemaal. Nou, er is allemaal genoeg over geschreven hoe dat gaat. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal van dat soort paradoxen waar jij de vinger op legt, die je beroert. Waar je wat dat betreft aandacht voor vraagt. Nog zo één ding. De verheven idealen van de massive transformative purposes. Nou, dat is het bestaat echt, dat woord. En soms denk je, als die mensen dat begonnen te noemen, denk je, waar gaat dit over? Nou, dat noemden we vroeger een hoger doel of een visie of een missie. Of dat soort dingen, maar een massive transformative purpose. Nou, die verheven idealen die er staan, afgezet tegen het toch vaak ja, boerterige en ballerige gedrag van een groot aantal CEO's, wat dat betreft, die ongeveer een loopje nemen met alles wat aan de goede fatsoensnormen voldoet. En nogmaals, je beschrijft het allemaal, je geeft het aan, je legt er de vinger op en je probeert er ook de bruggen in te bouwen. Dat vind ik het mooie van, je probeert die verschillende kanten met elkaar te verzoenen. Nou, valt er dan niet iets te mekkeren over het boek? Ja, dat is ook nog een vraag. Iets dat is zo lekker Hollands. Ja, iets van vaak die kritieken die je dan ook hebt van boekenrecensies. Zo goed boeken zo en dan maar. En nou, dan komt hij, weet je. Dus nou, daar ga ik ook een paar dingetjes van zeggen. En één is eigenlijk heel voorspelbaar. Joh, ik ben geïnteresseerd in gedrag en cultuurverandering, leiderschap, psychologische veiligheid. Dat zijn zo van de thema's waar ik me mee bezig hou. En daar vond ik soms niet zo heel veel van. Dus, maar dat is puur een persoonlijk iets. En ik van, hoe zou dat nou zitten? Wat is nou de mindset van dit soort platform? Vereist het een bijzondere mindset? Hebben ze een andere cultuur? Zijn het een ander soort mensen? En dat bedoel ik niet fysiek, maar mentaal. Zitten ze anders in elkaar? Laten ze zich leiden door andere drijfveren, door andere emoties? Hebben ze een andere mentality? Nou, net hoorden we dat ziekmakende focus op klanten. Nou, dat vind ik zo'n prachtig woord. Dus ik denk, nou, dat zal een element zijn, maar zijn er nog meer van dat soort dingen? Dus die daarmee te maken hebben. Hoe zit dat precies? Dus nou, dat zou stof voor een volgend boek kunnen zijn. Een tweede kritische noot betreft. En ik ben enigszins voorzichtig, van ik heb nog een versie gelezen die niet helemaal deze was. Dat is interessant, hè? Toen heette het nog Airbnb en Uber en nu zijn het inmiddels Amazon en Zalando. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ik weet niet wat je allemaal nog vraagt. Van net zijn een paar andere dingen dan ik in dat boek las. Maar wat ik wel interessant vond, dat het boek toch voor een belangrijk deel de geest van het Silicon Valley model uitademt. En dat is ook wel begrijpelijk. En je hebt er een element aan toegevoegd, een Europees element, in de zin dat je zegt, ja, er moet ook aandacht zijn voor de overheid. Nou, dat is natuurlijk in Silicon Valley is dat een soort, dat is iets wat niet bestaat, een overheid. En als het bestaat, moet dat zo snel mogelijk verdwijnen. Maar dat heb je er goed aan toegevoegd, dus niet helemaal is het waar. Maar toch over het algemeen denk ik, er ademt toch aardig wat Silicon Valley elementen ademen er in het boek door. En ik geloof dat dat Silicon Valley moment op dit moment ernstig op zijn retour is. En ik zeg dat op goede gronden. Er is een prachtig boek verschenen van de Amerikaanse durfkapitalist Alexander Lazarov. Lazarov, moet ik eerlijk zeggen. Oud Innovate. En ja, die geeft eigenlijk fantastische voorbeelden hoe die platforms over de hele wereld wortel hebben gevat. En hoe op dit moment dat hele Silicon Valley model, hoe dat onderuit wordt gegooid. En zelfs in zo'n sterke mate dat ze daar in Silicon Valley op het moment elementen van aan het overnemen zijn.
inclusief overheidsregulering. Nou, dat belooft nog veel als straks Sleepy Joe president van de Verenigde Staten gaat worden. Dus ja, wat meer nadruk op dat soort... Dit zijn van die exponentieel groeiende voorbeelden zoals ze nu ook staan, Amazon, Zalando. Maar zitten er ook meer duurzame elementen en elementen die je in Afrika, in Azië, waar we nog nooit van gehoord hebben... Nou, eigenlijk allemaal platformelementen die razend interessant zijn om die te volgen. Ook al omdat daar de randvoorwaarden die in Silicon Valley wel aanwezig zijn. Namelijk genoeg kapitaal, allerlei high-techies die dus voldoende gekwalificeerd personeel die in andere landen niet hebt. Nou, een laatste woord tenslotte. En dat gaat dan over de toekomst. En dan hou ik ook op hoor. Dat gaat over de toekomst. En natuurlijk een boek wat gaat over een revolutie. En je zit er middenin, want we zitten er middenin. Dan wil je altijd weten, waar gaat dat naartoe? Waar eindigt dat? En nou, daar heb je iets geniaals bedacht. Dan zeg je op een gegeven moment, op het einde zeg je, it depends. It depends. Het hangt namelijk af, zeg je, van de manier waarop je platformen definieert. En dat vond ik zo'n fantastische sociaal-constructivistische verdwijntruc. En ik denk van, ja, een sociaal constructivist zegt gewoon, joh, de werkelijkheid bestaat niet, dus als je hem definieert, dan denk ik, hé, dat is op zichzelf is dat natuurlijk wel heel mooi. Dat is een fantastische vondst ook. En op zichzelf denk ik, ja, dat past ook helemaal in het paradoxale karakter van die platforms. Want ja, ze ogen wel stabiel, maar aan de andere kant zijn ze juist heel, ja, ook weer fragiel en ook weer heel vloeibaar. Ze zijn groot nu, maar morgen kunnen ze zomaar ook weer verdwenen zijn. Dus wat dat betreft, dat element van vloeibaarheid, dat breng je er eigenlijk in. En ook een relatieve vaagheid ervan. En toen ik dat dacht, die vloeibaarheid, toen moest ik denken aan, en daar besluit ik mee de woorden van Bruce Lee. Als het gaat om, als hij zegt van, be like water. Hè? Dus wat dat betreft, vloeibare mechanismen. Empty your mind, zegt hij veel mooier dan ik het kan doen. Be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. If you put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crush. Be like water. Nou, dat is wat dan betreft, denk ik, de grootste oproep van dit boek. Laat het een vloeibaar boek ook zijn, wat voortdurend wordt aangepast, voortdurend wordt herschreven, bijgeschreven, bijgewerkt en wat inderdaad zich met de snelheid van wat een waterval door de markt en door de samenleving verspreidt. Martijn, fantastisch boek geschreven, veel succes ermee. En mensen, dank voor de aandacht en lees het boek ook en geef het vooral ook door. Dank je wel. Dankjewel Hans, voor je mooie woorden. En ook net de kritische noot die absoluut klopt. In ieder geval dat zeker ook een stukje. Kijk, het lastige is ook heel vaak dat je een keuze moet maken. Want de uitgever was al niet zo blij met zo'n dik boek. Dus waarschijnlijk had ik niet heel veel ruimte om nog meer te maken. En inderdaad uiteindelijk ook, wat ik ook heel gemerkt heb, zeker bijvoorbeeld ook in China. Dat is ook een hele interessante. Dat eigenlijk daar ook echt de toegang tot informatie niet toegankelijk was. Ik heb wel een stukje nog in het boek toegevoegd, ook over de context van de instituties binnen een land, die ook impact hebben over hoe platformen ook binnen een land ook kunnen opereren. Maar zeker ook de gebieden in de wereld waar we eigenlijk heel erg weinig over horen, dat blijft wel zeker interessant om ook verder naar te kijken. Dus dat lijkt me ook zeker gaaf om daar ook verder mee te gaan. Ik ga nu snel door naar het laatste deel. Dat is aan Hans Verloo hier, over een stukje toekomst en trends. En inderdaad, wat Hans ook zei, op zich, mijn conclusie was ook van, ja jongens, het is afhankelijk van de keuze die we maken. Want als er één ding is eigenlijk waar dit boek aan moet bijdragen, is ook om mensen bewust te maken dat de keuzes zijn die we kunnen maken. En dat het in ieder geval geen constante is waar we verder geen invloed op hebben. Vandaar ook in ieder geval de it depends. En het was niet zozeer it depends on definition, maar it depends on wat we gaan doen. In ieder geval doen we niks, dan gaat het die kant op. Doen we wel iets, gaat de andere kant op. Ja, op zich, daar is ook het boek ook weg voor bedoeld om ook daar ook een goede boodschap in te leggen. Nou, in het boek doe ik een aantal trends waar ik nu vooral niet op in zou gaan. Daar moet ik gewoon lekker verder voor lezen of straks eventjes aanschieten om er even verder over te vragen. Het zijn eigenlijk meer specifieke, echt platform dingen.
Hoewel het ook een heel platform ding boek is natuurlijk. Kijken daarin. Maar de enige die ik toch even, om het ook plaatje bij komen, even wil aanmelden, is dat we eigenlijk steeds ook meer gaan denken in ecosystemen. Nu denk ik heel vaak aan losse schakeltjes. Je ziet eigenlijk dat die platform ook steeds vaker gaan kijken. Hoe kunnen we eigenlijk veel meer ook rondom dat platform ook verder gaan aanbieden? Er is een plaatje van Amazon die in het boek staat over hun ecosysteem. Maar ook pas ook in een artikel over Google en de reismarkt. En daar zie je ook heel veel vraagstukken over. Als je het over grip op die platformen. Zoals ik ook vandaag of gisteren in een artikel in de Belgische krant De Morgen ook omschreef. Ik had nooit verwacht dat mededingingsrecht een soort van rockster status zou krijgen in Europa. Eigenlijk zie je nu dat er vanuit mededingingsrecht, oftewel moeten bijvoorbeeld bedrijven niet, krijgen niet te veel macht en moeten bijvoorbeeld verbieden om bepaalde overnames te doen. Dat het lijkt nu eigenlijk bijna de enige mogelijkheid om maar iets controle te krijgen over die platformen. Wat natuurlijk ook wel natuurlijk meer een soort van zwakte bot is, als je het even heel erg praktisch bekijkt. Maar ja, beter iets dan niets. En dit ging het over dat Google in hun ecosysteem rondom travel eigenlijk op alle plekken de controle had. En de vraag of dat gewenst was of niet. Nou, eigenlijk nee. In mijn boek heb ik het ook nog eens een stuk geschreven, Ode aan de informatieasymmetrie. Dat klinkt een beetje nerdy, dat is voor mij ook wel. Maar uiteindelijk, het platform gaat natuurlijk heel erg over het oplossen van die informatieasymmetrie. Oftewel alles centraliseren en daarmee ook veel efficiëntere match kunnen maken. Terwijl natuurlijk ook in heel veel samenlevingen juist die inefficiëntie gewoon hartstikke goed werkt. En juist ook in die inefficiëntie ook heel veel waarde zit verborgen. Het voorbeeld wat ik geef is bijvoorbeeld, we waren het vorige zomer met ons gezin 6 weken in Thailand, toen het nog kon. En toen, 10 jaar daarvoor waren we daar ook geweest met z'n tweetjes, een hele andere ervaring was dat. En toen op een gegeven moment toen moesten we een taxi aanhouden, omdat we ergens naartoe moesten gaan. En 10 jaar geleden had je geen idee wat de status van de markt was. Ofwel, je wist niet wat de gemiddelde prijs was van een taxi. Of er veel vraag of veel aanbod voor was. Je wist eigenlijk wel helemaal niks. Waardoor je het standaard gewoon te veel betaalde. Maar ja, prima. Ja, het westerling. Ja, kan het wel missen. Maar nu heb je een app, Grab. Dat is eigenlijk de Aziatische Uber. Waar wij nu vooraf konden gaan kijken. Ja, wat zou zo'n ritje moeten kosten? En dat is ook gelijk een beetje ons uitgangspunt voor de onderhandeling. Terwijl wij natuurlijk niet wisten of die prijs die we er zagen in het platform ook echt wel een reële prijs was. Want misschien dat platform wel een stukje erop toelegde om mij als klant binnen te halen. En misschien gingen wij nu wel met mensen onderhandelen voor een bedrag wat eigenlijk ook onder hun kostprijs lag. Dus juist die informatieasymmetrie het oplossen klinkt natuurlijk heel erg mooi economisch, van dat is het ideale plaatje. Maar ik denk in heel veel gevallen toch iets anders ligt. Dat omschrijf ik ook verder ook in het hoofdstuk. Dan inderdaad een stukje over. Het trok 1,5 meter. Yes. Geen te ver. Yes. Die platformmacht. Zoals ik eerder zei, alles kan stuk. Uiteindelijk, die platformmacht is natuurlijk de macht bij gratie van de gebruikers. En zeker als ook de gebruikers zich bijvoorbeeld organiseren. Dan kunnen ze ook een veel meer gelijk speelveld creëren richting de platformen om te gaan onderhandelen. En er is bijvoorbeeld een heel mooi paper rondom de werkercoöperatie. Die zegt van, goh, waarom gaan niet alle Deliveroo chauffeurs zich verenigen in een coöperatie. En gezamenlijk daarmee onderhandelen met het platform voor voorwaarden. Is ook iets waar een platform uiteindelijk op lange termijn wel blij mee zou zijn. Hetzelfde als je ook werkgevers en werknemers hebt. Dus daarom ook mijn fascinatie en af en toe gevoel ook rondom vakbonden. Want als het iets is wat vakbonden doen, is juist ook het organiseren van een enorme gefragmenteerde groep mensen om daarmee gezamenlijk iets voor het collectief goed te doen. En ja, zo'n principe zou je ook prima ook kunnen gebruiken binnen platformen. Daarom ook bij die platformcoöperaties die ik eerder behandelde. De enige manier dat het ook echt gaat werken is op het moment als het ook echt werkt. Als het ook wordt ondersteund door bijvoorbeeld bepaalde instituties als bijvoorbeeld vakbonden. En ik heb inderdaad ook op een gegeven moment een blog geschreven. Ik heb mijn screenshot verkeerd gemaakt, want daar zit ook geen titel bij. Maar waarbij dus uiteindelijk de coöperatie als vakbond 2.0 zou kunnen worden gezien. Dus dat link zou ik een keer delen. Ik zie je hand omhoog gaan dat nog een dringende vraag vanuit de ether is. Ja, er was nog een vraag van Thomas Blondeel. En het ging specifiek over coöperaties, dus nu u daar ook over op terugkomt. Hij vraagt met betrekking tot platformcoöperaties of platforms met alternatieve vormen van eigenaarschap. Of je in het boek hebt stil kunnen staan bij de spanning tussen de grootte van het platform en daaruit volgend bijvoorbeeld het groot aantal eigenaars en de betrokkenheid van die eigenaars op het platform. Een goede vraag. Als ik context, Thomas die werkt voor Smart in België. Smart is een hele. Ik doe het ding even uit. Want...
Want Smart is een soort van payrollbedrijf, maar dan als coöperatie, die uiteindelijk ook heel veel faciliteert voor de werkenden. En ze hebben toen Deliveroo in België kwam, eigenlijk een soort van vakbondsrol op zich genomen, door uiteindelijk de belangen van de Deliveroo riders te gaan behartigen. Wat een hele interessante casus was. Het lastige is, in ieder geval, kijk, ten eerste, ik heb onderzoek gedaan naar platformcoöperatie, maar niet zo diep op dit soort aspecten. Juist ook omdat platformcoöperatie is wat nog heel erg eigenlijk aan de beginfase staat. En er zijn nu een aantal onderzoekers bezig, onder andere Damian Bunders, waar ook Smart ook mee samenwerkt, en Thomas ook, die juist op dit soort elementen heel erg aan het kijken zijn. Maar in mijn boek ga ik daar minder op in. Ik kijk wel naar een aantal succescriteria voor platformcoöperaties, maar ik ga niet daar heel erg te diep op in. Maar goede vraag. En ook zeker een hele interessante ontwikkeling. En trouwens Smart ook een hele leuke club ook in de gaten te houden. En als laatste eigenlijk heb ik gezegd van ja, maar ja, hoe zou je ook kunnen nadenken over... Want heel vaak kun je aan het begin van een proces kun je al behoorlijk veel sturen. Misschien moet je een keer nagedenken over een aantal designvoorwaarden, heb ik maar genoemd. Bij het meer ontwikkelen van meer inclusieve platformen. Bijvoorbeeld is er eentje bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld zegt van oké, dat je bijvoorbeeld helemaal multi-stakeholder management, oftewel dat je eigenlijk alle partijen die invloed ervaren of die impact ervaren van jouw platform al vanaf het begin af aan meeneemt in je proces. Wat Uber bijvoorbeeld ook met de stad eromheen. Experimenten. Kijk, wat platformen heel erg kenmerken is dat ze eigenlijk continu aan het experimenteren zijn met al hun gebruikers, naar de heel snel kunnen leren. Maar de rekening van die experimenten ligt ook bij de gebruikers. Want je hebt een A en een dat noemen ze dan een A-B-test. Dus dan heb je een A- en een B-groep. En de A-groep krijgt iets anders voorgeschoten dan de B-groep. En bij één van de twee werkt het beste. En bij de andere groep niet. En dan ben je natuurlijk als dat soort testen ook effect hebben op het inkomen bijvoorbeeld van een taxichauffeur. Nou, misschien moet je eens nadenken of je dat misschien niet met heel de groep wil gaan doen, maar dat iets beter gaat voorbereiden. Want sommige platformen zijn we heel erg goed in het heel erg at random, gewoon op grote schaal, zomaar testen. En als laatste denk ik ook een stukje exit by design. Stel bijvoorbeeld de platform stopt ermee. Wat voor reden ook. Dat je ook bijvoorbeeld als gebruiker ook bijvoorbeeld je data kunt meenemen. Dus dat zijn een paar dingen die je daarin heb meegenomen. Ik denk dat we nu eerst even naar een stukje van Ronald gaan. En daar nog wat vragen. Ronald, kom erbij. Ik zal het doekje erbij pakken. Ik zal heel erg vaag dit. We kennen elkaar al heel wat jaren. De eerste keer was het hier met de boekpresentatie van mijn Brand Expedition boek, 10 jaar geleden. We worden oud, zal ik maar zeggen. En dat had heel erg bewonderd in ieder geval de manier waarop je de dingen doet waar je mee bezig bent. En ook de support die je ook geeft aan de projecten waar je mee bezig bent, dat wordt erg gewaardeerd. En ik heb jou gevraagd om uit het boek voor te lezen en daar een reflectie op te geven. Dus bij deze pak ik het doekje. Het ligt weer heel erg in. Zo. Goed zo, dankjewel Martijn. Ja, wat ik altijd eigenlijk het aardige aan platformen vind, is dat het ons in staat stelt om weer zaken gedecentraliseerd te gaan doen. En gedecentraliseerdheid, dat is iets waar wij als samenleving vandaan komen. Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld naar de middeleeuwen West-Europa, dan was het eigenlijk heel gebruikelijk dat je grote groepen van de bevolking, die reisden eigenlijk van stad naar stad. En die namen goederen mee en grondstoffen mee en kennis mee, vaak ook. In al die ieder zichzelf respecterende dorpen en steden had je gewoon één keer per jaar een beurs, een markt. De jaarbeurs is daar, doet ons daar nog aan herinneren. Waar eigenlijk al die groeperingen samenkwamen op dat moment. En voor dat specifieke moment, zeg maar, werden daar een aantal zaken als goederen en kennis en dat soort dingen overgedragen van de een naar de ander. Ieder zichzelf respecterende dorp of stad had ook zijn eigen valuta, had ook zijn eigen geld. En vervolgens namen die mensen, zeg maar, hun geld mee. En als ze dan in zo'n dorp kwamen, dan werd dat omgewisseld tegen de lokale valuta. En zodat je met klinkende munt, daar hadden ze een marmeren tafel voor en daar kon je de muntjes op gooien. En als ze dan niet vervals waren, dan klonk het klinkend. Met klinkende munt in lokale valuta kon betalen. Dat was eigenlijk een systeem wat heel erg lang best wel goed gefunctioneerd heeft. Afhankelijk van de beschikbare technologie uit die tijd en de inzichten uit die tijd. De stoommachine onder andere heeft dat fundamenteel veranderd. Toen gingen we op een gegeven moment zeggen van wacht even, als we sociaal-economische waarde willen gaan creëren, moeten we dat blijkbaar op een centrale plek gaan doen. Namelijk waar die machine stond. En in één keer gingen we naar het werk.
en dat soort dingen. En in één keer kwam er een discrepantie tussen vraag en aanbod, omdat een stoommachine een productiemethodiek ons in staat stelde om voorraden te gaan aanhouden. Je kon dingen gaan maken die nog niet verkocht waren. De ruilhandel verdween daarmee. We hadden behoefte aan slimmere werknemers, dus we gingen naar scholen waar mensen centraal samenkwamen en waar één iemand voor de klas dan eenzijdig kennis ging staan te overdragen. Nou, die inefficiënte geldsystemen was natuurlijk ook niks. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in bijvoorbeeld de euro en de dollar en dat soort geldsystemen. Waarbij eigenlijk die hele samenleving gecentraliseerd is gaan worden. En in sommige landen heb je dan de rol van de overheid die daar groter is of minder in is. Dan moet ook gereguleerd gaan worden en dat soort zaken meer. Dus uiteindelijk zijn we daarmee een hele andere kant op gegaan als samenleving. Het aardige nu van die hele platformontwikkeling, en ik denk dat daar ook de toekomst deels in besloten ligt, is dat die platformen stellen ons in staat om weer te gaan decentraliseren wat gecentraliseerd is. De coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt dat het allemaal werken op één hoofdkantoor, ja, dat hoeft eigenlijk allemaal niet meer. De technologie en de platformtechnologie die er nu is, stelt ons prima in staat om dat eigenlijk gedecentraliseerd te gaan doen. Je ziet ook al de opkomst weer van lokale valuta of cryptocurrencies of hoe je het ook noemen wil. Dat zijn gedecentraliseerde financiële systemen. Je ziet ook op een gegeven moment dat eigenaarschap weer gedecentraliseerd gaat worden. De opkomst, het woord is al een paar keer gevallen, komt ook in Martijn's boek voor, van de coöperatie. Alleen het lastige altijd is, als je zeg maar nieuwe technologie gaat gebruiken om dingen anders te gaan doen van een bepaald systeem, dat mensen vaak moeite hebben, het werd er net al gezegd door Hans, om die verandering te snappen. En dat komt als ik het woord coöperatie in de mond neem, ja, we dan automatisch meteen denken aan de Raiffeisen Boerenleenbank van de Rabo en hoe die ooit begonnen is. Terwijl eigenlijk een coöperatie 3.0 heel iets anders is. Dat is nog steeds wel een samenwerkingsverband. Maar die rigide verhouding tussen het eigenaarschap, het juridisch eigenaarschap en het feitelijke eigenaarschap, het gebruik, door platform ontzettend mooi uit elkaar getrokken zou kunnen gaan worden. Je ziet dat bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld daarvan, dat is het Hollywood-model. Dat zie je steeds vaker voorbij komen. In Hollywood, zeg maar, zijn mensen allemaal via netwerken georganiseerd, tot en met op vakbondsniveau aan toe. He, je hebt geluidstechnici, nou, die zijn super vakbonds georganiseerd. Je hebt acteurs, je hebt mensen die locaties zoeken, je hebt producenten, je hebt regisseurs, geluidstechnici, beeld, et cetera, distributiekanalen, het hele verhaal. En dan vanuit dat netwerk wordt er op een gegeven moment een gelegenheidsteam geformeerd, die allemaal eigenlijk vanuit een vorm van gedeeld eigenaarschap een productie maken, sociaal-economische waarde creëren, we noemen het een film. En op het moment dat die film klaar is, valt eigenlijk dat die gelegenheidsformatie valt helemaal weer uit elkaar. En die gaan dan andere dingen doen tegelijkertijd, maar die film die blijft. He, nou, de ene, zeg maar, vanuit zijn gedeeld eigenaarschap krijgt een beloning in de vorm van, je hebt 8 uur geluid gemaakt, stuur maar rekening, hier is geld. En andere mensen die gaan mee op het risico, dus die krijgen uiteindelijk de royalties van die film en dat soort zaken meer. Dus er iets, maar er is geen groep mensen meer. Maar toch is er nog steeds sprake van gedeeld eigenaarschap, omdat die opbrengst nog steeds verdeeld wordt. Maar er is maar één juridische eigenaar van die film. Blijkbaar wordt dat juridisch eigenaarschap, hoe raar dat ook klinkt, steeds minder relevant daardoor. Dat betekent eigenlijk dat die hele gedecentraliseerde vorm die we gaan krijgen, die eigenlijk de volgende evolutie of de volgende stap in de evolutie van die platformen, zeg maar, gaat laten zien. Er is een Amerikaanse managementdenker, Joe Pyne, en die heeft het model van de progression of economic value. Ik zal u verder helemaal besparen. Maar wat je eigenlijk nu ziet, is dat de platformen die er zijn, dat zijn vooral wat we noemen service platformen. Die matchen vraag en aanbod. En dat zijn ultieme transactiemachines geworden. De distress inventory en die informatieverschillen die er zijn, die worden daarmee opgelost. Een volgende stap daarin is dat die platformen echt een experience, een goede gebruikerservaring gaan bieden. En de gebruikerservaring kun je meten afhankelijk van de tijd die mensen in hun omgeving besteden. Als je een goede beleving ergens bij hebt, ben je bereid om daar je schaarste tijd, zeg maar, in door te brengen. Dus wat dat betreft, het aantal mensen wat gewoon dagenlang op Facebook zit, laat al zien dat de transactie en de beleving bij Facebook al eigenlijk 2 gescheiden zaken zijn. Want je kunt daar gewoon eindeloos, zeg maar, je tijd spenderen en tegelijkertijd verdient Facebook zijn geld op een andere manier. Die doet niet rechtstreeks een transactie met jou meer daarover 1-op-1. Of je daar blij mee moet zijn en de voorwaarden, dat heeft Martijn allemaal in zijn boek beschreven, daar hoef ik niet op in te gaan natuurlijk verder.
Wat je vervolgens krijgt, is dat dan de laatste stap daarin, dat zijn eigenlijk omgevingen waarin je getransformeerd wordt, waar je verandert als mens. Dus waar je eigenlijk beter van wordt. En dat noem je transformatieve experiences, met een ingewikkeld woord. En dat is de toekomst van die platformen. Platformtechnologie stelt ons in staat om dat te gaan bereiken. Dat kan alleen maar als we dat vanuit gedeeld eigenaarschap doen. Dus als die ouderwetse tegenstellingen, zeg maar, van de keten, de waardeketen, ik hoorde van de week weer iemand zeggen, ja, dat doen we met de hele keten. En op dat moment, als mensen zeggen, we doen het met de hele keten, snappen ze niet dat die keten daarmee op dat moment effectief verdwenen is en dat het een netwerk geworden is. Dus dat is dat oude taalgebruik, wat ik daarnet nogal zei. Maar dat betekent, als ik mensen een ervaring wil bieden, één op één, dus eigenlijk op maat gemaakte ervaring, die mensen daadwerkelijk verandert, moet ik wel heel veel van die mensen weten. En eigenlijk nog veel meer moet ik van ze weten dan wat Facebook en wat Google niet van ons weten. Dat kan ik, denk ik, in ons perspectief gezien alleen maar bereiken als we dat samen met elkaar doen. Dus daar zit een vorm van gedeeld eigenaarschap in. Wat is zo'n ervaring? Nou, vanuit Seeds2Meet is dat bijvoorbeeld heel simpel. Je boekt je werkplek om 10 uur. Dat betekent dat je een vervoersbehoefte hebt om 9 uur. Alleen niemand, al die vervoersplatformen en dat soort dingen, die weten dat helemaal niet. Dus als ik met jouw toestemming dat stukje informatie mag delen, zeg maar, met een openbaar vervoer of een transportplatform op dat moment, zeg maar, dan maken we het naar je werk gaan een belevenis op zichzelf die super eenvoudig geregeld is en waar jij kan focussen op andere dingen. Maar je moet wel toestemming geven om dat stukje data, zeg maar, te hergebruiken in een ander platform. Nou, daar zit dat gedeeld eigenaarschap in. Daar worden we allemaal beter van uiteindelijk met elkaar. En natuurlijk heb je dan, zoals Martijn dat keurig beschrijft, aan de overheid nodig die daar, zeg maar, voorwaarden, hè, AVG-wetgeving is daar een goed voorbeeld van. Wat overigens binnen Worldwide doen we dat op dat gebied, de rest van de overheid gaan we het niet over hebben, maar op dat gebied doen we het prima. Dus dat betekent zo'n transformatieve experience is iets waar platformen niet uit weg te denken zijn. En dat betekent dat je helemaal naar een situatie gaat komen dat als je hier dan binnenkomt, ga je ook nog eens een keer iemand ontmoeten die je niet kent, maar die wel relevant voor jou is op dat moment. En dat noem je met een mooi woord serendipiteit. En dat doen wij al, wij experimenteren daar al mee. En dat betekent eigenlijk dat we aan mensen vragen van wat houd je bezig vandaag en wat wil je delen en dat soort dingen. Dus dat is hele dynamische informatie, want we doen iedere dag wat anders. En op dat moment hebben we een algoritme, zeg maar, die jou daarin matcht. En dit najaar komen we, en dat is ook wel aardig om te vertellen, met een soort verantwoording. Dus we maken wat dat algoritme doet, maken wij wel degelijk transparant. Dus dat betekent, je wordt gematcht met iemand anders. Het systeem zegt, nou, ik zou die en die eens gaan ontmoeten. Maar die gaat er meteen daarbij uitleggen waarom die match heeft gemaakt, op grond waarvan. En op dat moment ben je zelfs in staat om die randvoorwaarden aan te zetten, uit te zetten en te veranderen. Dus daarmee gaan we met elkaar vanuit meer een nieuw soort van collectiviteit, gaan we ervoor zorgen, met behulp van die hele platformtechnologie die er is, in samenwerking dus ook met andere platformen, en dan ontstaat er een ecosysteem. Op die manier, zeg maar, gaan we dat vormgeven, zodat je daar veel meer, zeg maar, een gelijkwaardige situatie hebt en wij uiteindelijk weggaan, zeg maar, van die hele centraal gestructureerde waardeketen, echt naar de sociaal-economische waarde, het woord sociaal. Economie is een sociale wetenschap, dat zijn we de afgelopen eeuw nog wel eens vergeten. Sociaal-economische waardecreatie gaan we doen met behulp van die platformen. En daarom is het hartstikke goed dat je een basis hebt gelegd, want iedereen roept maar wat. En iedereen heeft daar zijn eigen interpretatie en zijn invulling bij. Maar we hebben nu een mooie leidraad die als basis kan vormen, zeg maar, naar de opstap van de volgende generatie van platformen. Dus Martijn, hartstikke blij met je boek en veel, veel succes ermee. Dank voor aan. Dankjewel. Nou, we zijn eigenlijk op het eind gekomen. En dat is ook mooi, want het is ook dan bijna tijd. Ja, dit is het boek geworden. Echt ja, super trots op. Het is echt een. Je bent even bezig met het lezen, maar op zich met corona hebben we toch allemaal niks te doen, dus dat scheelt. Waar ik juist net echt alles bij elkaar heb zien proberen te brengen. Maar ja, dat heb je nu al de afgelopen 2 jaar gehoord, dus dat geloof je vast wel. Als laatste nog een stukje dankwoord. Want uiteindelijk, in ieder geval, het boek heeft ook echt iets van 4 pagina's dankwoord. Omdat er zoveel mensen in die 8 jaar op wat voor manier dan ook een rol hebben gespeeld. En dan heb ik waarschijnlijk ook nog heel veel mensen ook niet genoemd. Dat gebeurt niet helemaal. Ik denk, ik heb even opgeschreven, want ja, de mensen vergeten vind ik altijd wel heel erg vervelend. Want ik vergeet namelijk best wel regelmatig wat. Misschien dat het komt met leeftijd. voor vandaag, natuurlijk jullie.
allemaal dat jullie zijn gekomen. Dus ook voor mij mijn eerste offline event weer. Gewoon echt in een fysieke ruimte. En ook jullie kijkers thuis. Daar ook dat jullie ook erbij zijn geweest. Wat mooi, omdat we ook steeds meer die hybride constructies van mensen ja, online en mensen offline in één ruimte bij elkaar brengen. Natuurlijk de sprekers, Marjolein, Ronald, Hans. Tof dat jullie hier waren en ook jullie reflectie en visie willen delen met ons en met mij. Dat is heel tof dat jullie dat hebben gedaan. Dank daarvoor. Seeds to Meet, ook Marcel, voor het beschikbaar stellen van de locatie. Het zijn natuurlijk ook voor dit soort locaties ook moeilijke tijden, corona. En tof dat jullie ondanks alles wat er omheen speelt, die ruimte hebben vrijgemaakt om dit te kunnen doen en te faciliteren. Dus super dank daarvoor. Ook Christel, echt dank dat jullie dat hebben gefaciliteerd. Natuurlijk ook Sebastian en Steven. Ja, achterin bij de techniek. Op een gegeven moment zei ik, Ivo tegen Sebastian, zullen we iets met een livestream doen? Sebastian, ja, is leuk, doen we dan twee camera's. En vind ik leuk dat ook, er kwam op een gegeven moment een heel verhaal bij. Ik vind, ja, dat gaan we doen. En op een gegeven moment, maar misschien dat we dan toch niet met z'n tweeën dat kunnen doen. Dan vragen we Steven erbij. Dus die zit ook erbij om alles verder achter de schermen allemaal goed te regelen. Dus super dank voor jullie bijdrage. En heel dankbaar voor dat we ook op die manier met een brede groep hebben kunnen delen. Dus dank. Ik had die ook zo'n Jelle Drijver, maar ja, die was natuurlijk thuis. Maar Jelle, in ieder geval, volgens mij zit je echt gewoon te kneukelen achter die camera van shit, ik had hier willen zijn. Dus dank het voor de voorbereiding. En de volgende keer ben je gewoon niet ziek en dan ben je er gewoon lekker bij. En binnenkort gaan we een biertje doen als je niet meer hoest. Lijkt me een goed idee. Dan het boek. Ja, natuurlijk, zoals ik zei, zeker 4 pagina's dankwoord. En waarschijnlijk had het ook wel 10 kunnen zijn. Maar ik denk de eerste in ieder geval Jeanette. Achterin in de zaal, die natuurlijk iedere keer de onrustige partner naast haar, die iedere keer weer op weg ging en iedere keer weer zijn hoofd vol had. En trouwens had, nog steeds heeft, over allemaal ontwikkeling en dat allemaal maar heeft, in ieder geval heeft gesupport. Dus dankjewel, lieve schat. En heel, heel fijn. Ja, het publiek zegt natuurlijk helemaal niks anders. Nee, dank daarvoor. In ieder geval, zoals ik ook zei, uiteindelijk is nieuwe dingen beginnen altijd hartstikke leuk. Iedereen die deelt graag mee in succes. Maar voordat iets een succes is, moet het eerst op gang komen. Hè? Ook het kip-ei-dilemma van platformen heb je überhaupt overal in het leven. En het is heel fijn dat er een aantal mensen en partijen zijn die daarin helpen om als eerste stapje op weg te doen. En in het bijzonder ook Ronald van der Hof, ook vanuit de Society 3.0 Foundation, die de afgelopen jaren een hoop gesupport. En juist ook dat kip-ei-dilemma heeft weten te doorbreken. Kijk, we hebben hier staan. Stichting Doen, die hebben ook de eerste 2 jaar ook een bijdrage gedaan. Schuitman Accountants, accountantkantoor, die op een gegeven moment zei, we gaan meteen die hele berg BV's en zo, weet je wat, brengen bij ons onder, wij gaan het fixen, ga jij maar lekker focussen op je expeditie. Dus daar heel erg dankbaar voor. En als laatste, de uitgever, die kon er vaak helaas niet bij zijn, maar die is er wel live bij. Dus Hans, ze weten dat het nog even gaat duren, dat Front Wavemakers wordt gepubliceerd, maar dan heb je ook een heel erg goed boek. Dus ook Laurens, Freek en team. En natuurlijk ook Isabel Timmers. Isabel die heeft me eigenlijk van begin af aan geholpen met het redigeren van mijn tekst. Want zoals je weet, ik maak af en toe wat lange zinnen en ben lang van stof. Zonder Isabel was het boek 2 keer zo dik geworden. En zij heeft echt gedurende het hele proces al die jaren iedere keer geduldig en met veel liefde de teksten geholpen te maken tot wat ze nu zijn. Dus ook dank ervoor dat je meekijkt. En het was hem, dus ik heb het boek hier. Ik heb er ook meer bij, dus mocht je er eentje willen hebben, dan kun je hem ook hier aanschaffen, gesigneerd en wel door de auteur. Dat is natuurlijk uniek, hè? Dat is natuurlijk een unieke experience. Krijg je niet online. Dus dank ervoor. Er is straks nog wat drinken, had ik begrepen. Dus blijf nog eventjes als je daar tijd voor hebt. Maar in ieder geval, dank voor jullie aandacht. En laten we er een mooie dag van maken.